dan pas zie je hoeveel het ingrijpt. Hè? En dan besef je ook, jongens, dat ik hoop dat je dat beseft. Dat in het leven maar één ding belangrijk is, dat je Jezus kent. Dat je de liefde van God in waarheid hebt leren kennen. Dat je weet dat je leven, wat er ook komt, wat er ook is, wat er ook gebeurt, veilig geborgen is met Christus in God. Halleluja. Halleluja. Zeg maar, halleluja. Ik geloof het. Ik pak het. Ik kies ervoor. Halleluja. En oh, wat belangrijk is dat, jongens. Om die keus te maken. Op deze mooie zondag die God heeft gemaakt. Halleluja. Willen we een gast verwelkomen. Ik heb een foto even op het scherm gezet. Niet schrikken, Monica. Don't. Yeah, that's there you are. So you know her name. They know your name. That's Monica Wagner. Ze zal vast veel meer vertellen. Ze is hier met assistente Alicia uit Australia. She's an Aussie. An awesome Aussie. En ze komen eigenlijk uit Bonn, uit Duitsland. Maar ze zijn vaak onderweg. Ze reizen heel Europa door langs bijbelscholen en kerken waar ze spreken. En gisteren hebben we ze ontmoet in Leidendorp. Hadden we de Dutch Rema Day, de Nederlandse dag van de Rema. Studenten, wij hebben bij Rema gestudeerd in Amerika. Dus we hadden een goede tijd daar zo. It was a good time yesterday. Hè? Halleluja. Dus ik wil je graag met een warm goed nieuws welkom. Ook trouwens ook even, ik zie een paar gasten. Wees ook welkom in ons midden. Voor de goede orde, we hebben een dienst en daar is de koffie en thee. En daarna hebben we met elkaar, zoals we dat nog even noemen, de potluck. En de potluck is gewoon samen happen. Gewoon happen wat het happen is. Mensen hebben happen meegenomen en we gaan het samen ophappen. Dus, oké. Halleluja. Je bent daarvoor uitgenodigd. En dat is altijd een goede tijd van fellowship. Maar voor de fellowship gaan we eerst genieten van het woord. The word of God is the real food today. Zo, je moet even tegen je buik zeggen. Wacht even maag. Eerst mijn geest. Let your belly wait first the spirit. Amen. Monica. Halleluja. Ja. There's some water if you like here. Good morning everybody. Goedemorgen allemaal. How are you? Hoe gaat het jullie? Congratulations to a wonderful building. Gefeliciteerd met een prachtig gebouw. Halleluja. I walked in here and I thought like, wow, you're definitely a blessed church. Ik kwam binnen, ik dacht, wow, dit is echt een gezegende kerk. Wow, halleluja. All the glory to God, right? Halleluja. Alle glorie aan God, amen. I see a lot of churches. Ik zie heel veel kerken van binnen. And sometimes I think like, okay, can we just find another place for you? En soms denk ik wel eens, kunnen we geen ander gebouw voor je vinden? This is a little embarrassing sometimes. Soms is dat een beetje beschamend. And it's really sad sometimes to present God like that. En soms ook een beetje triest om God zo te vertegenwoordigen. But you definitely can present the Lord like that. Maar hier kun je God goed representeren, amen. Halleluja. Halleluja. God has blessed you. That's fantastic. God heeft jullie gezegend, amen. I'm so happy to be with you. Ik ben blij hier te zijn bij jullie. I was trying to think on how many years we know each other already, but I don't know. Hoe lang we elkaar kennen? I have no idea. I don't know either. It was like in meetings here or there in it was Tulsa. And between pancakes, I guess. Yeah, between pancakes, right? Yeah, mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. See, I like to come to the Netherlands for pancakes. Ik kom hierheen voor de pannenkoeken. Oh, hallelujah. Hallelujah. But not only for that. Niet alleen daarvoor. No, I really believe that there is a great hunger in this nation. Ik geloof dat in dit land een grote honger is. There is a great hunger and thirsting for the things of God. Een honger en dorst naar de dingen van God. Mm-hmm. Amen. 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 Echt waar? Ben je hongerig? Father, we thank you so much. Dank u, Vader. That you have a word from heaven for this congregation this morning. Een woord van de hemel heeft voor deze samenkomst. I believe that you will say what you want to say. U zult zeggen wat u wilt zeggen. And I will tell you, say it the way you want to do it. En zeg maar, Heer, u mag het zeggen zoals u wilt zeggen, Vader. Demonstrate if you want to demonstrate. Doe het maar recht door hoe het alles moet. Release what needs to be released. En laat los wat maakt vrij wat vrij moet worden gemaakt. Laat zien wat moet worden gezien. And we ask you for revelation knowledge from heaven. We vragen u van openbaringskennis uit de hemel. So that we can see what you see. Dat we zien wat u ziet. That we can say what you say. Dat we zeggen wat u zegt. That we can do what you do. En doen wat u doet. And I thank you, Father. Dank u, Vader. For great utterance in the Holy Ghost. Voor uitingen in de Heilige Geest. And that we can say what you want to say. Dat we zeggen wat u wilt zeggen. Because we receive
receive what you have to say to us. Dat we ontvangen wat u wilt zeggen vandaag. Father, I can see that there are hungry hearts in this place. Ik zie hongerig hart op deze plek. And when you said to us that when we hunger and thirst after righteousness. U zegt als we hongeren dorsten naar gerechtigheid. You will give us. Zult u ons geven. U zult ons geven. You will fill us. U zult ons vullen. You will fill us to an overflowing. Tot we overvloeien. And I thank you that we will see that this morning. Dank u wel. We gaan vandaag zien, Heer. You know exactly what we need. U weet exact wat we nodig hebben. You know exactly where we stand. U weet exact waar we staan. And I thank you, Father. Ik dank u, Vader. That you will minister to us. Dat u ons wilt bedienen vandaag. As we have ministered to you. Zoals u hebben bediend met onze lofprijs. Oh, we are seeking you. We zoeken u, Vader. We loving you. Houden u, Vader. And we want to give all the glory and all the honor. Alle glorie en eer to our King and Lord Jesus Christ. Onze koning en onze Heer Jezus Christus. And in His mighty name. En in zijn machtige naam. We pray this. Bidden we dit. Amen. 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 I want to talk to you about road signs to destiny. Ik wil vandaag met jullie praten over de wegwijzers naar je bestemming. As I was praying. Ik was aan het bidden. See, I have the privilege of going into a lot of churches. Ik heb het voorrecht om in veel kerken te komen. And usually. En vaak. I am. I mean, and you. It's like this. Lord, what do you want? Dus zeg ik vaak, Heer, wat wilt u? I mean, he gives me a scripture. Geeft hij me tekst. He maybe gives me a subject. Geeft me een onderwerp. And the only thing he said was road signs to destiny. En alles wat hij zei was wegwijzers naar je bestemming. Do you know that you have a destiny on your life? Weet je dat je bestemming hebt op je leven? I mean, our eternal destiny is heaven, right? We hebben een eeuwige bestemming, de hemel. But until we go there, maar tot we daarheen gaan, we have a race to run. Hebben een wedstrijd om te lopen. We have something to fulfill. Iets te vervullen. And sometimes we focus so much at the end point. En soms zijn we zo op het eindpunt gefocust. That we forget the road. Dat we de weg vergeten. Amen. Amen. See, I drove here. Sorry. I drove here. Ja, we zijn ook hierheen gereden. I came by car. Met de auto. And I was glad that there were roads. Ik was blij dat er wegen waren. And that there are good roads. En goede wegen ook. Because sometimes I go into nations. Soms kom ik in landen. And you go on their highways. En je rijdt op de snelweg. And you have to drive like this. En je moet zo rijden. Because there are all kinds of ditches in the road. Allemaal gaten in de weg. They're broken. Kapot. There you can't really drive fast. Dan kun je niet eens hard rijden. And you don't want to drive at night. En 's nachts wil je helemaal niet rijden. Because you might go poep poep. Je might door die gaten knallen. Get the point? Snap je? But then also, I like to know where I'm going. Maar ik wil graag weten waar ik heen ga. I was really thankful for some signs on the road yesterday. Ik was blij dat wat borden langs de weg stonden gisteren. And you know, in our modern days, we are very thankful for our navigations, right? Tegenwoordig zijn we natuurlijk blij met onze navigatiesystemen. Aren't you? Amen. Amen. But sometimes we are so focused at the end point. Maar soms zijn we zo op het eindpunt gefocust. That we sometimes miss the way we are going. Dat we soms de weg die we gaan missen. And we want to go a detour. En willen geen omweg nemen. And we want to go a faster way. En je wilt misschien sneller een omweg nemen. And we want to go our way. En onze weg willen we dan kiezen. I mean, not you. I'm talking nee, about niet the other jullie, Christians. Natuurlijk. Andere mensen natuurlijk erbuiten. Okay. Of course, for sure. Right. Halleluja. Have you ever had that? That the Lord asks you to do something? You say like, no. Ken je dat God was iets aan je vraagt? Je denkt, nou, dat doe ik niet, Heer. I'm not gonna do that. Nee, ga ik niet doen. You ask somebody else. Vraag iemand anders maar. Not me. Niet mij. Thank you for the honesty. Dank je voor je eerlijkheid. Halleluja. There's a wonderful scripture in Jeremiah. Is een mooie tekst in Jeremia. In chapter 29. Hoofdstuk 29. In verse 11 it says. En vers 11. And I have actually the Amplified Bible here. I'm sorry. Mark heeft de Amplified Bible, een lange vertaling. Just because it brings out a few other points, okay? Maar het brengt een paar andere punten naar voren. It says there, for I know the thoughts and the plans that I have for you, says the Lord. Er staat, ik weet welke gedachten en welke plannen ik voor u heb, zegt de it's Heer. It's great if there are good thoughts about somebody. Het is goed als je goede gedachten hebt. And I love it that God has good thoughts about us. En fijn dat God over ons goede gedachten heeft. But he also says he has a plan for us. Maar hij heeft ook een plan voor ons. And he says these are thoughts and plans for your well-being. En zijn gedachten en plannen voor jullie voorspoed, voor jullie welbevinden. For peace, voor vrede. And not for evil, niet voor kwaad. To give you a hope, om je hoop te geven. And a final outcome. En een uiteindelijke uitkomst. So you have a destination you dus je go hebt to. Een bestemming waar je heen gaat. There is a place where we're gonna go to. Daar is een plek waar wij heen moeten gaan. But we have a way on which we are going. Maar er is een weg daar naartoe die we moeten and gaan. And I do like this here. En ik hou hiervan. That you put this little sign there. Klein plaatje erbij geplakt. That it's pointing somewhere. Het wijst ergens heen. And I want to talk to us this morning about a few road signs
for your destiny. Ik wil je een paar van deze wegwijzers voor je bestemming vandaag laten Because zien. We will never reach it. Want we zullen nooit ons eindpunt bereiken. We will bereiken. Never get where God wants us to go. We zullen nooit komen waar God ons wil if hebben. If we don't follow the right signs. Als we niet de juiste borden volgen. If we don't take the right road. Als we niet de juiste wegen nemen. See, if I would want to drive to Paris today. Kijk, als ik vandaag naar Parijs had willen rijden. I need to know which roads to take. Moet ik weten welke weg erheen leidt. Right? I mean, I would prefer to fly. Zou je vliegen natuurlijk. Goes a little faster and better. Gaat sneller en beter. Amen. But sometimes you're in places you might have to take a car. Maar soms moet je met de auto gaan. But even the plane. Maar zelfs met het vliegtuig. I'm flying a lot. Ik vlieg al veel. And I mean, I find out where is this plane going. En ik zoek uit waar dat vliegtuig naartoe and gaat. And when the pilot is saying, okay, we're flying to Paris. Als de piloot zegt, oké, we gaan naar Parijs. And then I'm expecting that when we land, we will be in Paris. Dan verwacht ik als ik geland ben dat we ook in Parijs zijn. I am not sitting in this plane. Ik ga niet in het vliegtuig zitten. Thinking about, oh my gosh, I'm hope we're gonna go to Paris. Oh help! Ik hoop dat we in Parijs aankomen. Maybe he's going to fly to London. Gaat hij wel naar Londen in het vliegtuig? Oh, maybe to Moscow. Of naar Moskou. But I want to go to Paris. I hope he's flying to Paris. Ik hoop dat hij naar Parijs vliegt. No, I have the trust. Nee, ik heb vertrouwen. That if I get into this plane. Als ik in het vliegtuig stap. That we will land in Paris. Dat we ook in Parijs zullen landen. You get the point. Snap je het punt? But the captain, the pilot has to take the right route. Maar de piloot moet wel de juiste route vliegen. And he needs to know on what to look for to get to this place. En hij moet weten waar hij naar moet kijken om op die plek te komen. And it's exactly like that for us in our Christian walk. En in ons christelijke wandel precies hetzelfde. You know, the first road sign says. De eerste wegwijzer zegt. You're created for a purpose. Je bent geschapen met een doel. You're created for a purpose. Je bent geschapen met een doel. You are not just living to breathe air. Je bent alleen maar het leven om adem te halen. You're not just living to live a normal life. Niet alleen om een gewoon leven te leven. You're not just living to just exist on this earth. Niet alleen om gewoon te bestaan op deze aarde. You have been created. Je bent geschapen. To fulfill a purpose in life. Amen. Om een doel met je leven te vervullen. Amen. I know you know that. Ik weet dat je But dat sometimes weet. We lose sight of that. Maar soms raakt het uit het zicht. Because our everyday life Want ons alledaagse leven is pulling so much on us, dat trekt zoveel aan ons. That we sometimes forget dat we soms vergeten that there is a purpose why we're on earth. Dat er een doel voor ons op aarde is. And the main purpose why we're on earth en ons hoofddoel op aarde is, to clear the goodness of God is de goedheid van God aan deze wereld te verkondigen. Are you getting this? Pak je dat? The main purpose why we are here Jouw hoofddoel waarop is that je op aarde we are glorifying bent, God is om hem te verheerlijken, God in te verheerlijken our life. Met ons leven. In 1 Corinthians chapter 6 verse 20 it says. 1 Corinthians hoofdstuk 6 vers 20 zegt. 1 Corinthians 6:20 For you are bought with a price. U bent gekocht met een prijs. Therefore glorifying God in your body and in your spirit which are God's. Daarom verheerlijk God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. So the first road sign is that we have a purpose. Het eerste wegwijzer is wij hebben een doel. So and one of the purposes we have to fulfill is that we are glorifying God. En een van die doelen is dat wij God mogen verheerlijken in he ons says leven. Here we have been bought with a price. We zijn gekocht en betaald met een prijs. And he says because of that we are glorifying God. En daarom verheerlijk je God. We are glorifying God in this body. Met dit lichaam. Because I need this body to live on this earth. Ik heb het lichaam nodig om op deze aarde te kunnen leven. And we are glorifying God in our spirit. In onze geest kunnen wij God verheerlijken. What does that mean? Wat betekent dat? Our true self onze echte is giving glory to God in whatever we are doing. Geeft glorie aan God in alles wat wij doen. You are created. Je bent geschapen. For that purpose. Voor dat doel. I am created. Ik ben geschapen. For that purpose. Voor dat doel. That wherever I go. Dat overal waar ik ga. I am glorifying God. Ik ga God verheerlijken. I can do the most natural thing. Ik kan de meest natuurlijke dingen doen. I'm glorifying God. En toch God verheerlijken. I'm using this body. Ik gebruik dit lichaam. To glorify God. Om God te verheerlijken. Amen. Are you getting this? Pak je het? It gives glory to him. Het geeft glorie aan hem. If that is true, als het waar is, we cannot just exist. Kun je zomaar alleen maar bestaan. Amen. We cannot just breathe. Niet alleen maar ademhalen. I know a lot of people, they just breathe. Veel mensen leven alleen maar om te adem te halen. They have no purpose in life. Ze hebben geen doel met hun leven. They get up.
Ze staan op. They go to work. Gaan naar werk. They do their job. Doen hun werk. They like it. They might not like it. Vind je het leuk of niet? They go some shopping. They do eat. Winkelen, they watch eten. Some TV. Then they sleep. And then they do the same thing again. En dezelfde dag. And the next day in. And the next day out. And the next day in. And the next day out. En de volgende dag weer hetzelfde. They have no purpose in life. Geen doel met hun leven. So we have a purpose. Wij hebben een doel. Which says that we need to glorify him. Dat wij God mogen verheerlijken. And when we glorify him, als we hem de eer geven, we are a witness for him in this earth. Zijn we getuigen voor hem in deze wereld. Because if I'm glorifying God wherever I go, als ik God verheerlijk in overal waar ik ga, I am carrying his glory wherever I go. Dan draag ik zijn heerlijkheid met mij mee overal waar ik ga. Are you getting this? Pak je dat? You are carrying his glory. Je bent een drager van zijn heerlijkheid. His manifested presence wherever you go. Zijn aanwezigheid waar je ook maar gaat. So if the first road sign is, dus de eerste wegwijzer is, that you're created for a purpose, dat je bent geschapen voor een doel. Then we need to identify that purpose. Dat moeten we herkennen, dat doel. And we need to be willing to live according to this purpose. En bereid zijn om te leven volgens dat doel. So as I walk this road of life, zoals ik deze wandel van mijn leven maak, towards destiny, naar mijn eindbestemming, I am fulfilling this purpose. Dan ga ik dit plan vervullen, dit doel. I am glorifying God. Ik geef God eer. I am a living signpost for him. Ik ben een levende wegwijzer voor hem. While I am traveling this road, terwijl ik deze weg afleg, other people can look at you, kunnen andere mensen naar jou kijken, and see direction from God, en de richting van God zien. Because they see God in you, want ze zien God in jou, and that will pull them to God, en het zal je naar God toetrekken, and then God can minister to them. Kan God hen bedienen? Are you getting this? Zie je dat? You are here for a purpose. Je bent hier voor een doel. Yes, and you might say I'm here for, yeah, but is that all? Might I do not have a specific purpose? Ja, precies. Ja, ik heb geen speciaal doel. Yes, you do. Jawel. Yeah, for sure. Zeker. Because zeker. In Romans 11:29 says, Romeinen 11 vers 29 zegt, that the gifts and callings of God are without repentance. Dat de bedieningen en gaven van God zijn zonder berouw. Right, the gifts and callings of God are without repentance. God krijgt geen spijt van wat hij jou een doel heeft gegeven. With other words, he's not taking them back. En hij zal niet dat doel voor jou terugpakken. He has placed them upon your life. Hij heeft hem op jouw leven geplaatst. He has created you specifically for a specific purpose. En jou speciaal geschapen voor een speciaal doel. And if he has put that on you, als hij het op jou heeft gelegd, he's never gonna take it away. Zal hij het nooit van je afpakken. You can fight against it. Je kunt het tegenvechten. You can try to get rid of it. Je kunt het proberen weg te duwen. You can try to convince somebody else that you don't have it. Je kunt de ander overtuigen dat jij niet hebt. You can ignore it. Je kunt het zelfs ontkennen. But God will never take it away. Maar God zal het nooit van je weg. And I have good news for you. Ik heb goed nieuws voor je. If you want to live a good life, als je een goed leven wil leven, if you want to live in an inner peace, als je met innerlijke vrede wil leven, embrace it. Omarm het plan van God. Omarm zijn doel embrace met jouw leven. It. Omarm het. Because if you don't embrace it, als je niet omarmt, you will kick against it all the rest of your life. Dan zal je al tegenaan schoppen de rest van je leven. And you will be miserable. En dan zul je ellendig voelen. Not outwardly, inwardly. Niet van binnen, maar niet van buiten, maar van binnen. I've talked to people. Ik heb mensen gesproken. They have been in their 60s. Die al in hun 60 jaar. They are sitting waren, in front of me. En voor mij and zaten. And they're crying. En ze huilden. And they said, I need to give in to what God has told me to do. En zeiden, ik moet toegeven aan wat God me heeft gezegd all te doen. All of my life I was running away from this. Ik heb mijn hele leven ervan afgerend. I always try to do what I want to do. Ik wil op mijn eigen zin doen. I cannot continue doing this. Maar ik kan hiermee doorgaan. I need to do what God is telling me to do. Ik moet doen wat God mij zegt te doen. My life has been terrible. Mijn leven is vreselijk geweest. It has been hard. Het is moeilijk geweest. I never have been in an inner peace. Ik heb nooit die innerlijke vrede because gekend. Because I have never listened to what God has told me to do. Ik heb nooit geluisterd naar wat God zei dat ik moest doen. The road you are traveling has a purpose. De weg die jij bewandelt heeft een doel. Please embrace it. En omarm het doel. If you're called to be a doctor, be the best doctor there is. Ben je geroepen om een dokter te zijn, wees dan de beste dokter die er maar kan if zijn. If you're called to be a businessman, be the best businessman there is. Ben je zakenman, wees dan de beste zakenman die er is. Because remember, wherever you go, want herinner wat waar je ook gaat, you are carrying God's glory. Je draagt Gods heerlijkheid met je mee. You understand? Begrijp je dat? This is not talking about only a call to ministry. Dit gaat niet met dat je in wat groep voor de bediening. Yes, it talks about that too. Ook dat. But you might have a different purpose. Misschien heb je al een ander doel met jouw leven. We have a graduate.
We hebben een afgestudeerd student. He came to Rema. Hij kwam naar Rema. He naar was de Bijbelschool. Was een dokter. He was a young medical doctor. Een jonge medische arts. He had just finished his final exams. Had a doctor's degree on his papers. Hij was een dokter geworden. Een arts. And he started to work. Hij ging werken. And then he said, like, I really think like I need some have some spiritual foundation for what I'm going to do. Hij dacht, ik moet een soort geestelijk fundament hebben voor wat ik aan doen ben. So he came to Rema Bible Training Center. Hij kwam naar Rema Bible Training Center. He went to school. He got a degree. Ging naar de school, haalde zijn diploma. And then he went back into practicing as a medical doctor. Ging terug naar zijn praktijk als arts. He's my doctor. Hij is. It's pretty cool. Heel goed. You walk into your doctor's office. Als je zo binnenkomt zijn kantoor. Not just that you know your doctor. Niet dat je dokter kent. When you deal with something in your body. Maar als het iets met je lichaam is. I don't have to hear all this medical junk all the time only. Hoef ik niet altijd medische kennis te horen. I'm like, I don't know what to do. Let's use this pill. Ja, I don't know what to do. Ik weet niet wat ik moet doen. Let's use this pill. Use this medication. Laten we dit medicijn gebruiken, zegt die normale arts dan. I had an issue in my body. Ik had een keer iets in mijn lichaam. And we went about it medically. En we gingen eerst medisch aan de slag. But the medicine didn't work. Maar het werkte niet. Obviously, I went about it spiritually all the time. Ik had het geest moeten aanpakken. So I looked at him and I said, what are we going to do now? Ik zei tegen hem, wat gaan we nu doen dan? And he looked at me and he said, you know what? Hij zei, ja, dat weet je wel. Just keep on believing. Blijf gewoon geloven. You know, just let's believe for this. Laten we samen geloven hiervoor. This medical stuff doesn't help you. De medicijnen helpen niet. But God is. Maar God wel. I said, okay, let's do this. Nou, wat goed. He said, we're gonna check the blood every few weeks, every few months. Ik ga steeds elke paar maanden een bloedtest doen. You know, and the blood was completely out of the norm. I had some thyroid issues. Okay. Ja, er waren schildklierproblemen. Het bloed was bloedwaarden waren van slag. Way too high. Veel te veel. They did all kinds of things with me. Veel te hoog. Radiotherapy. Alles hielp niet. Medication stuff. Ja, medicijnen. Bestraling. It got worse. Yes, het werd alleen maar erger. So finally my doctor. Uiteindelijk zei mijn dokter. My doctor. Mijn dokter looks at me. Zei tegen mij. And says, let's pray. Amen. Dat is goed. We believe in God. We gaan gewoon God geloven. This will be okay. Het zal goed komen. Then, let's do that. Dat is goed, hè? Dat gaan we doen. So after 6 months. Dus na 6 maanden. We checked my blood. Werd mijn bloed gecheckt. It was good. Dat is goed. Amen. Everything gone. Amen. Normale bloedwaarde. You get my point here? Snap je mijn punt? You're glorifying God wherever you are. Waar je ook gaat, daar kun je God verheerlijken. If you are aware of what God has for you. Als je dat wil doen wat God voor jou heeft. And if you are willing to fulfill the purpose He has for you. Als je gewillig bent om zijn doel met jouw leven te vervullen. Let's go to road sign number 2. Laten we gaan naar wegwijzer nummer 2. Road sign number 2 says. Dat zegt het volgende. Travel with others. Reis met anderen. Travel with others. Reis met anderen. Do mee. Not ever do anything alone. Doe niet altijd alles maar op jezelf. God has not created us that way. God heeft niet zo geschapen. That we can build His kingdom on earth by ourselves. Dat we helemaal zelf zijn koninkrijk op aarde kunnen bouwen. That we are kind of locking ourselves away in a room. Dat we onszelf zwaar in een kamer opsluiten. And maybe you're praying. En misschien ben je aan het bidden. But you have no contact to people. Maar je hebt geen contact met mensen. I remember years ago. Ik weet nog jaren geleden. I visited the family. They invited me for coffee. Was een familie mij voor de koffie uitnodigde. The child opens the door. Het kind doet de deur open. And I didn't know them very well. Ik kende ze niet erg goed. So the mom came and the child was there. De moeder kwam binnen en het kind was daar. Okay, coffee is almost ready. Koffie bijna klaar. You know, so we started talking. We gingen praten. And then I said, "Where's your husband?" Toen zei ik, "Waar is je man dan?" And then the girl said. Toen zei het meisje. He's in that room in do you have the Dutch word a schrank? You know, een schrank, the German word schrank, you know, the cupboard. The cupboard. Yeah, the cupboard where you hang your clothes in. Ja, dus in hij zit de kast. Yeah, yeah. Vader zit de kast. The daughter said, "Dad is in the cast." Ja, de kast, de closet. Ja. Yeah. Like, dochter zei, vader zit in de kast. And I looked at her like. Ik kijk haar aan, ik zeg. I'm thinking like, did she mean he's changing or something? Is hij zijn kleren aan het vervangen of zo? I said, what is he doing there? Wat doet hij in die kast dan? She said, he's praying for 4 hours already. Hij is al 4 uur aan het bidden, zei ze. And in I'm de like, kast. Okay. Ik zeg, oké. Okay. Is it like, so is he coming out now? Komt hij straks uit de... out of the cast, ja. Yeah. I already thought like, something is a little interesting here. Ik dacht wel, je zit iets interessants in. Ja, ja, ja. Then the daughter said... Toen zei je dochter... No, sometimes he's in there all day long. Nee, soms zit hij de hele dag in die kast. I thought like, okay, something is wrong here. Ik dacht, iets klopt niet hier. I do believe that prayer is important. Ik geloof dat gebed belangrijk is. I do believe that it is important to read your Bible. Ik geloof dat Bijbellezen belangrijk is. But, maar,
We have also other responsibilities in life. Andere verantwoordelijkheden in ons leven. Because we are not traveling this road by ourselves. We gaan niet deze weg helemaal alleen. Never travel it alone. Niet alleen. I mean, I ended up ministering to this family. Ik heb uiteindelijk deze familie mogen bedienen. Because this father had not been a father to these children. Want deze vader was nooit een vader voor de kinderen geweest. He thought he would be the best father if he continuously prays for them only, but never plays with them. Hij dacht dat alleen bidden genoeg was om een goede vader te zijn. The teenage son thought like his father is a little. He wanted nothing to do with God. Zo dacht die vader van mij is een beetje koekoek. He didn't want anything to do with God. Hij wou niks met God te maken met het and kind. And believe me, I understood that. En ik snapte dat. We are not traveling this road by ourselves. Deze weg ga je niet alleen bewandelen. Do you get the point here? Pak je dat punt? I know it's a little bit an extreme example. Het is een beetje een extreem voorbeeld. And if you are regularly spending hours in the cast, then let's talk after service, please. En als je heel vaak in de kast zit, dan zullen we straks de dienst over praten. Okay. I'm joking a little bit. I've never seen anything before nor afterwards. Okay, ik heb het nooit eerder gezien, ook daarna niet hoor. Dat is zo extreem. No, that's this road sign is telling us. Deze wegwijzer zegt travel ons. Travel with others. Reis met anderen. Be a team player. Wees een teamplayer. Never do anything alone. Niet alles alleen doen. I believe that everybody needs four crazy friends. Ik geloof iedereen heeft minimaal vier gekke vrienden nodig. Do you know the four crazy friends? Ken je de vier gekke vrienden? Do you remember that example in the Bible? Ken je in de Bijbel het voorbeeld? There was this lame guy. Er was die verlamde man. He wanted to get healed. Hij wou genezen worden. He needed to get to Jesus. Moest bij Jezus komen. But he couldn't go there. Maar hij kon niet binnen. Because he was lame. Hij was verlamd. And the room, the house was full. En het huis was vol gepakt met mensen. So what did these four crazy friends do? Dus vier gekke vrienden. They carried him up on the roof. Namen het dak op. They opened up the roof. Maakte het dak open. And let him down right in front of Jesus. En liet hem zo voor Jezus zakken. And he got instantly healed. En werd right meteen there. Genezen daar ter plekke. What was that? Wat was dat? The faith of his friends. Het geloof van vier vrienden. And his friends combined. En zijn vrienden samen. Did something which we never can do by ourselves. Deed iets wat hij zelf nooit had kunnen doen. We need each other. We hebben elkaar nodig. Our faith combined. Ons geloof gecombineerd. And coming together in unity. Samenkomen in eenheid. We'll do something which we can never do alone. Dan doen we iets dat we nooit alleen kunnen doen. Never. Nooit. That's why we need to come together in the church. Daar moeten we samenkomen in de kerk. That's why the Bible says that we need to do not miss the assembling of ourselves together. Daarom zegt de Bijbel, mis je eigen samenkomst niet. Amen. Because you're missing something. Want je mist dus iets. I mean, you all have a body, right? Je hebt allemaal een lichaam, toch? Have you ever hit your little toe? Heb je al eens je kleine teen gebotst tegenaan? Oh my gosh. Wow. Is the rest of the body feeling this? Dan voelt de rest van je lichaam het ook, hoor. Do you feel a little bit, I don't voel know. Een beetje au overal. I don't know what to walk anymore. Ik weet niet meer lopen. The Bible says that we are the body of Christ. En de Bijbel zegt wij zijn het lichaam van Christus. Individually we are members. Individueel zijn we leden. But we are together the body of Christ. Maar samen zijn we het lichaam van so Christus. I need you. Ik heb je dus nodig. You need me. Je hebt mij nodig. Because otherwise it is like as if you cut off your little toe. Als je het of je kleine teentje afhakt. I don't know if anybody of you lost their little toe once. Heb je al je kleine teen verloren? Or you maybe had some issues with your little toe. Of iets met je kleine teen gehad? But if your little toe is missing. Maar als je weet dat een teen mist. You first have to learn on how to balance your walk again. Dan ben je mooi evenwicht kwijt als je wandelt als je teentje weg is. It's helping you to balance. Het helpt je om te balanceren. It's a little toe. Het is een klein teentje. My little toe is pretty little. Mike, ik heb heel klein teentje. It's actually pretty cute. Een heel grappig klein teentje. Really, it's. I mean, I'm not gonna take off my shoe, but. Ik zal mijn schoen niet uitdoen, hoor, maar. But it is really. I mean, you know, and I would think, it's just a little toe. Ja, het is maar een klein teentje. No. You get my point here. Snap je mijn punt? We are not traveling this road by ourselves. Je gaat niet die weg alleen bewandelen. We need each other. Je hebt elkaar nodig. I have a most famous scripture. Ik heb een prachtige tekst daarvoor. That's, I mean, anybody who has heard me for a little while knows that I love this scripture. Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik deze tekst heel graag voorlees. It's in Ephesians chapter 4 verse 16. Efeze 4, die kennen we. And it says there. Efeze 4 vers 16. Ephesians 4 16. Efeze 4 vers 16. It says from whom the whole it talks about Christ from Christ whom the whole body fitly joined together and compacted by what every joint supplies according to the effectual working in the measure of every part making increase of the body and the edifying of itself in love. That Paul, hè? That Paul. Yes, I tell you. Het ging over Christus, hè? En aan hem, aan Christus, ontleent het hele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen, al zijn leden, naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei van het lichaam om zichzelf op te bouwen in de liefde.
It's a powerful scripture. Een krachtige tekst. There's a lot of stuff in this scripture. Er zit zoveel ingepakt. I could give you a whole seminar just on this scripture. Ik kan een heel seminar geven over deze tekst alleen. The good thing is that I forgot to look at my watch when I started preaching. Ik heb mijn klok vergeten. And pastor told me that I should take my liberty. Ja, ik zei neem maar de vrijheid. So I don't know how much time you have, but we can spend some time here. Je kan hier weer gaan eten, dus we kunnen eat here, so they can't leave. So see, okay, perfect. No problem. So it's talking about that the whole body, us, the body of Christ. Het hele lichaam wij van Christus. That we are joined together through Christ. Dat we door Hem aan elkaar verbonden zijn. You know that we are being put together. We zijn bij elkaar geplaatst. Oeh. And that it comes together and it will do the effect it does. En het zal zijn werk kunnen doen. By us giving all our, each every one of us their part. Als ieder van ons zijn deel daarin Because geeft. It's talking about that we are joined or knit together. We zijn met elkaar verbonden, aan elkaar geklonken. I mean, this is a great picture. Dit is een heel mooi plaatje. Knitting, we know, right? We kennen toch breien. It's like weaving something dus, together, we're knitting bij elkaar, it together. Weet je wel, aan elkaar. If you have an individual thread. Ja, als je één draadje hebt. And you know, and you want to break it, it's so much easier than breken, when it's woven together. Als ze aan elkaar geweven zijn, ga maar eens kapot maken. Lukt niet. I used that example once. Ik gebruikte ooit dat voorbeeld. And then a guy came up to me afterwards. Toen kwam een jongen naar me toe naar And de dienst. And he said, "Do you know that each thread is already not just one individual little piece?" En weet je wel dat elke draad zijn niet alleen maar één individuele draad is? He said they're already woven together in each thread. In elke draad zijn ze al in elkaar gedraaid als kleine draadjes. He was a specialist in this area. Hij was een specialist op dit gebied. And he was working in that area and he's explained that to me. En hij werkte in het textiel en heeft dat uitgelegd. And I thought like, that's exactly how God is. Father, Son, Holy Ghost. Dat is Vader, Zoon, Heilige Geest in elkaar. He is one. Hij but three in one. Maar drie in één. So God right there in himself shows us how it has to work. Dus God zelf in zichzelf laat zien hoe het werkt. Isn't that powerful? Dat is krachtig, hè? So and then we stand there and say, no, I can do this alone. Dan zeggen we, ja, ik kan het niet alleen doen. I don't need you. Ik heb het niet nodig. Let me do this myself. Laat me dit zelf maar doen. Little kids do that. Dat doen kleine kinderen wel eens. You know, when they get a certain age. Als ze een bepaalde leeftijd bereiken. I'm big now, I can do this myself. Ik ben groot, ik kan het nu zelf. I can do this myself. Ik kan het nu zelf doen. And for sure in their development. En inderdaad in hun ontwikkeling. We are celebrating that. Zijn we er blij because mee. Because they're learning something. Want ze leren iets. They're growing. Ze groeien op. But when a grown up. Maar ze volwassen zijn. Is standing in front of other grown ups. Staan ze andere volwassenen. And says, I can do it myself. Ik kan het zelf doen. I ik heb niet need nodig. Anybody else. Ik heb niemand anders nodig. Something is wrong. Is er iets mis? Halleluja. Because Want? We all have individual purposes to fulfill. We hebben allemaal ons eigen doel te vervullen. We are created for a specific purpose. We zijn geschapen voor een we bepaald need speciaal each doel. Other we hebben elkaar nodig. To fulfill God's main purpose while we are on Gods earth. Om Gods grote doel hier op aarde te vervullen. To build his kingdom. Om zijn koninkrijk te bouwen. So don't travel the road by yourself. Dus niet die weg alleen bewandelen. We need to travel together. Je moet samen reizen. Hmm? Amen. You get the point here. Snap je het punt? You cannot build the church je kunt by yourself. De kerk niet bouwen in je eentje. We cannot do that. Dat kun je alleen. We need each other. Je hebt elkaar nodig. We need four crazy friends. We hebben vier gekke vrienden nodig. There will be times in your life. En er zijn momenten in je leven. You will have to turn to your crazy friends. Dan moet je die vrienden mobiliseren. And say help. En ze help. Where we need to encourage each other. We moeten elkaar bemoedigen. Where we're not trying to have that person become God for us. Niet dat je die persoon tot God maakt voor jou. No, no, no. Nee. But where we are supporting each other. Maar elkaar ondersteunen. In doing what God wants us to do. In doen wat God wil dat we doen. Or to getting through maybe a difficult situation in life. Of door een moeilijke tijd heen komen in je leven. We need each other. Je hebt elkaar nodig. God has created us that way. God heeft jou zo geschapen. We need to be connected to moeten each other. Moeten we elkaar verbonden zijn. This scripture is talking about. Deze tekst praat erover. That each and every one of us is giving back to all of us what they have received from God. Dat elk van ons dat teruggeeft aan alle anderen wat hij van God ontvangen heeft. Because we need it. Dat hebben we nodig. And if that happens, als dat gebeurt, then we will edify ourselves. Dan zullen we elkaar opbouwen. All together. Samen. We will grow. Dan zullen we samen groeien. And love will be there. En de liefde zal tevoorschijn komen. It's powerful. Dat is krachtig hoor. It's powerful. Dat is krachtig.
Why are we talking about this? Waarom praten we hierover? Because God has a destiny. Een bestemming heeft He voor has ons. A purpose. Hij heeft een doel voor for ons. Your life. Voor jouw leven. And for your church. En voor je kerk. And I believe, you know, when you move into a new building. Ik geloof als je zo'n nieuw gebouw when betrekt. When you take new steps. Nieuwe stappen zet. There's great excitement. Is er grote opwinding. There's probably a lot of sweat as well going into all of this. Een zweet wat hier stond. Why you think, oh, when is this going to be over? Antwoord, je moet al het werk. All these extra hours, right? Al die extra uren in het pand But zitten. But when God entrusts something to us. Maar God, als God iets toevertrouwt. Then he is ready for us to take the next step on the road. Dan ben je ook klaar om de volgende stap te zetten op de weg. He is ready for us to take the next step on the road. Dan heeft hij ons klaargemaakt om een volgende stap op die he weg te zetten. He doesn't want us to lean back now. Hij wil niet dat we achterover leunen. Oh, isn't that awesome? Now we have the building. Oh, wat mooi, wat hebben we allemaal gedaan, zeg met elkaar. Let's get comfortable. Laten we lekker comfortabel Let's worden. Let's enjoy this. Lekker genieten van met elkaar. And now we have arrived. En nu hebben we gearriveerd. No. Nee. You have taken one step. Je hebt een stap gezet. On your road to destiny. Op je weg naar je eindbestemming. Now it's time to take the next En nu is het tijd voor de volgende stap. And you're traveling this road together as a church. En we reizen deze weg samen als gemeente. And it is not enough that the leadership knows we're taking the next steps. De leiders moeten weten dat je een volgende stap moet zetten. And that they want to take the next step. Dat zij die stap willen zetten. If the rest of us are holding them back. Als de rest ze terugtrekt. You know what I mean? Snap je wat ik bedoel? No, we are not wanting. No, let's sit down and enjoy this now. Nee, we willen gewoon lekker gaan zitten en genieten. We have worked so hard. We hebben zo hard gewerkt. We have accomplished so many things. Zoveel bereikt. We want to stand right here and celebrate. We willen gewoon hier zitten en gewoon vieren dat we zitten. I have not talked to your pastors or leaders before the service, okay? Ik heb niet tegen jullie leiders gesproken hoor voor deze dienst. Just so that you know that. Dat weet je, oké. Okay. I never do that before I get into the pulpit. Dat doe ik nooit voordat ik They can tell me everything afterwards. Ze kunnen alles tegen me achteraf tegen me zeggen. I on purpose never do that. Maar van tevoren zal ik nooit met ze praten. So if I'm hitting some points where you think like they have said something. Ja, dat je denkt ik heb wat punten aangehaald. Oh, ze hebben vast tegen haar gepraat van tevoren. They have not. Nee, hebben ze niet. Are you getting my point here? Snap je mijn punt? You're traveling a road together. We reizen samen op deze weg. And God has the next assignment for you guys. En God heeft de volgende opdracht voor jullie. But your pastors? Maar jullie voorgangers? Your church leaders? Je gemeenteleiders? A few people in the church? Een paar mensen in de kerk? Cannot do this alone. Kun je dat niet samen doen? We're traveling this road together. We reizen deze weg met Because elkaar. Because we are one body. We zijn één lichaam. My foot. Mijn voet. Has never traveled somewhere else where my hand went. Heeft nooit ergens heen gereisd waar mijn hoofd niet heen ging. Never. Nooit. You get the point? Snap je? Yeah? Ja. My head was never taken off. Mijn hoofd is nooit eraf gehaald. And it went to London. Ging naar Londen. While my body went whatever. Terwijl mijn lichaam weet ik waarheen ging. To Paris, whatever. Naar Parijs. I don't know what Mag it is with waarheen. Paris today, but you know. Als het over Parijs gaat, geen idee. You get the point. Je pakt het punt, hè? No, that will not happen. Dat gaat is nooit gebeuren. If that happens. Als dat gebeurt. I will not. Arrive in either one of the places. Zal ik in beide plekken niet recht komen. And we are a body as a church. En we zijn als gemeente een lichaam. We need to move forward together. We moeten samen voorwaarts gaan. And God has a destiny for you. En God heeft een bestemming voor jullie. He has a road which you need to travel together. En een weg die je samen moet afleggen. Because I'm pretty sure there are a lot of people out in the city. Want ik geloof dat er veel mensen in deze stad zijn. And in the surrounding area. En in het gebied hieromheen. And maybe even within your own families. En zelfs in je eigen families. On your workplaces. Je werk. In the schools and universities. In de school of universiteit waar je studeert. Wherever you turn. Waar je ook maar heen gaat. There's a lot of people who don't know Christ yet. Er zijn veel mensen die nog niet Jezus hebben gekend. And if it is our purpose. Het is ons doel. To step in and glorifying Him. Om daarin te stappen en Hem te verheerlijken. And being a signpost for Him. En voor hen een wegwijzer te zijn. Then we need to travel this road together. Maar dan moeten we samen bewandelen die weg. Are you getting the point? Je pakt het, hè? This is very powerful. Dit is krachtig. But let me go on. Maar laten we verder gaan. Because you know, this road sometimes seems to be that's a lot of work. Ja, denk je, ja, maar die weg dat lijkt nog veel werk hoor, wat we moeten Can doen. Can we not just sit down and relax? Hoger zitten en lekker zitten. I have begged the Lord before. Ik heb de Heer zo gesmeekt. Can we just slow down a little bit? Kun je een beetje langzamer doen, Heer, alsjeblieft. Slow down a little bit, Lord. Een beetje langzamer. A little bit less assignments. Wat minder opdrachten. Can we not just do one thing after another and not just start new Bible schools?
several at once. Eén ding doen in plaats van allemaal dingen tegelijk moeten doen voor de Heer. And he said, oh, that's what you want. Is dat wat je wilt? And then he, in top of that, he put another thing on me. En toen gaf hij me nog een opdracht. I'm like, oh gosh, okay, so you're not putting the foot on the brake, you're putting it on the acceleration. Dus God, dit was je op de remmen trappen, maar hij tapt op het gaspedaal. When I'm driving my car, I like speed. Als ik op in de auto rijd, ik hou van snelheid. And I figured out God likes that too. Ik denk dat God dat ook wel leuk vindt eigenlijk. He seemed to be not caring that we feel a little. Hij vindt echt dat wij af en toe zo voelen. What he cares about. Maar wat hij wel echt vindt. Is that there are hundreds and thousands and millions of people on their way to hell. Dat er miljoenen mensen daarbuiten op weg gaan naar de hel. That there are many, many people. En veel mensen. Who will not receive Christ? Die nooit Jezus zullen aanvaarden. If we are not willing to travel this road together. Als wij die weg niet samen willen bewandelen. If it's all about me. Als het over mij gaat. I did this now. I accomplished this. Ik heb het al gedaan. Het is klaar zo. Isn't that comfortable? Dat is lekker. I want to rest a little bit, Lord. Lekker een beetje rust. I mean, give me a little rest. Geef een beetje rust. And then we can just go on a little later again, okay? Dan gaan we later weer verder hier. Please don't get me wrong. I'm not saying that you never can take a nap. Begrijp me goed, niet dat je nooit even rust mag pakken. That you shouldn't sleep at night. Dat je niet meer mag slapen 's nachts. That you never can do anything, you know, relaxing. That's not what I'm saying. Je kunt ontspannen, daar gaat het niet over. I'm talking about the general attitude. Het gaat over je algemene houding. You get that point, yeah? Dat punt, okay. Dat snap je. And God seemed not to listen to my prayers. En God lijkt niet naar mijn gebeden te luisteren. Usually he answers my prayers. Vaak geeft hij mij antwoord. That prayer of let's slow down, Lord. Maar dat gebed van oh hier, laten we wat afremmen alsjeblieft. Let's just take it a little easy. Laat een beetje rustig aan. He has never answered. Heeft nooit geantwoord. Not once. Niet één. I tried it more than once. Ik heb het vaak geprobeerd. He cannot. Hij kan niet. He sees the big picture. Hij ziet het grote plaatje. You get the point? Pak je het punt. So when this road can be a little oh wow. Zoals die weg een beetje moeizaam gaat. Then the third sign tells us. Is de derde wegwijzer daar om ons te helpen. Enjoy your journey. Verheug je over de weg die je gaat. Enjoy your journey. Wees blij met de weg die je gaat. Enjoy your journey. Geniet van de weg die je gaat. Let me say that again. Enjoy your journey. Geniet van de weg. Do you know that this is a decision you have to make? En dat is een keus die je moet maken. Wist je dat? Have you ever gotten up in the morning? Heb je wel 's ochtends opgestaan? I just think like, oh. Dat je denkt van, oh. I don't know. I don't want to get up. Ik weet het vandaag nog. I don't want to go into this day. Ik wil niet deze dag eigenlijk gaan. Nee. Let's pull this over. Laten we de deks over ons hoofd trekken en slapen. And have you ever? You get up and you're not feeling very joyful in the morning. Dat je wel 's ochtends wakker wordt, niet echt zo heel blij bent 's ochtends. You know, I loved it that we started the service with, you know, this is the day that the Lord has made. Dit is de dag die hij heeft gemaakt. Let us rejoice. Laat ons verblijden. And be glad in it. En er blij mee zijn. What is that? Wat betekent dat? Let's make a decision. Dat is een keus maken. That I'm joyful. Als ik blij ben. And glad about this day. En ben ik blij over deze dag. I don't always feel like that. Ik weet wat je zo voelt. But I have made a decision. Maar ik heb een keuze gemaakt. To enjoy my journey. Om mijn reis om daar van te genieten. You know, en weet je? That when you make that decision, als je de keuze maakt. Suddenly it's fun. Plots is het leuk. I travel a lot. Ik reis nogal veel. And when I started in the traveling ministry. En als ik begon rond te reizen everything evangelist. Wow. Was alles geweldig. Every airport was like woohoo. Elk vliegveld. Oh. Look at the plane. Kijk die vliegtuigen. Wow, I get to pack my suitcase. Oh, mijn koffer pakken leuk. This is fantastic. Het is fantastisch. And now it's like every airport looks the same. Denk, oh, elk vliegveld is ook every hetzelfde. Every airplane looks the same. Vliegtuig is hetzelfde. Packing my suitcase again. En I'm not even unpacking anymore. En uitpakken. I don't even unpack completely anymore. Ik laat hem gewoon maar thuis ingepakt staan. No, I only take the dirty clothes out. Ik pak alleen de vieze kleren eruit. And repack. En dan ga ik het opnieuw pakken. It's not so glorious anymore. Suddenly. Zo heerlijk meer. It becomes so normal. Het wordt zo and gewoon. And I think like, oh, I have to go on the road again. Ik moet weer op I'm only home for one day and I have to travel again. Ik moet weer op de reis voor de Heer. Which will happen tomorrow. I will be home one day and then I go again. Wat morgen is, kom één dagje thuis en dan ga ik weer weg. And that doesn't feel great. Dat voelt niet altijd zo goed hoor. But I have to make a decision. Maar ik moet een keus maken. Enjoy. Genieten. Your journey. Geniet van je reis. And I will gladly pack my suitcase. En ik ga met plezier met mijn and koffer I will gladly pakken. Go. En ik ga sit back in the car. In drive 2.5 hours. Ik krijg anderhalf uur go to the meetings. Naar samenkomsten. Meet other people. Andere mensen ontmoeten. Minister to them. Ze bedienen. Pray together with samen them. Samen met ze bidden. Spend time with them. Samen met ze tijd opbrengen. Encouraging each other. Bemoedigen. Why? Waarom? Because I've made the decision. Want ik heb een keuze gemaakt. That the joy
of the Lord is my strength. Dat de vreugde van de Heere mijn kracht is. And you can do the same. En die keus kun je ook maken. Whatever it is in your life. Wat ook jouw opdracht maar is. You have to make a decision. Je moet een keus maken. That you enjoy dat je gaat genieten van die weg. That you enjoy that journey you're traveling on. Dat je die reis dat je ervan gaat genieten. Mm-hmm. Because when you do it in joy, als je het met genieten doet, met vreugde, it is so much easier. Is een stuk makkelijker. It's so much easier. Zo veel makkelijker. You know, I sit in the car. Dus toen zit ik in de auto. And I'm thinking like. En ik denk. Okay, Lord, which sermon are we gonna listen to? This is awesome. Welke preek zullen we gaan luisteren samen? Geweldig. You know. Or I start talking to him. Of ik ga met God praten. Wow, I have 3 hours to be able to talk to the Lord. Wow, ik heb 3 uur met God te praten. Heerlijk. This is awesome. Het is geweldig. You get the point. Snap je? It's an attitude adjustment. Het is een houdingsaanpassing. It's a decision you have to make. Het is een keuze die je moet maken. Halleluja. Let's enjoy our journey. Laten we die reis samen genieten. We get to help the King of Kings. We mogen de koning der koningen and the Lord of Lords en de Heer der heren to build his kingdom. Om zijn koninkrijk te bouwen. What a privilege wat that een is. Voorrecht is dat. What a joy en wat that een vreugde is. Is dat. Halleluja. Amen. And to be joyful en om vol te zijn van vreugde is a decision. Is een keus. I don't feel like it. Ik voel me niet zo. Hey, I sometimes got up. Soms sta ik op. And all what I had to do in the morning was this. En wat ik doe in de ochtend is dit. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha. You do that a little bit? Kun je dat een beetje doen? And you start laughing. En je gaat vanzelf lachen. You will start laughing. There is no way around it. Je kan niet omheen. Did I start feeling that way? Voel ik nog steeds meer zo? Not at all. Why did I go ha ha ha? Waarom deed ik dan ha ha ha? Because I had something staring at my face. Want ik had iets dat in mijn gezicht staarde. Which tried to put depression on me. Wat druk op me wilde leggen. Which tried to tell me, come on, don't even get up. Het zegt mij, kom op, blijf gewoon lekker liggen. Which tried to tell me, there's no way that you can overcome this. Het zegt mij, ach, er is geen manier op je het kunt overwinnen. If my God told me, maar mijn God zei mij, to travel this road, om deze weg te gaan, and I am in His purpose, ik ben in zijn doel, and I'm going this road with Him, en ik ga deze weg met Hem, then it doesn't matter how difficult it gets, hoe moeilijk het ook wordt, it doesn't matter how hard it seems hoe to hard be, hoe hard ook lijkt te zijn, how much I like it or not like of it, nou lukt of niet, I am and make a decision, ik maak de keuze, to be joyful, om vreugdevol te zijn. Are you talking to yourself once in a while? Praat je wel eens tegen jezelf zo af en toe? I talk to myself all the time. Ik praat tegen mezelf altijd. Not weird. Niet gek hoor. I am telling myself. Ik zeg mijzelf. This is what God has said. Dit is wat God heeft gezegd. And you will do this. Like en jij gaat het doen. You're brutal to yourself, Monica. Wat doe je dan, nou, 's ochtends, Monica? No, I'm helping myself. Ik help mezelf. Because really the outcome of that is so much better. Want de uitkomst is zoveel beter. Because it is great if you can enjoy your journey. Maar het is fijn als je gewoon kunt genieten van de and reis. It is so much better. En zoveel beter. But you have to make the decision if maar you do. Jij moet die keus maken om het zo te doen. God is enjoying his life. God heeft lol met zijn leven. He sits in the heavens and he laughs. Hij zit op de troon, hij lacht. We always think God is so serious. Nee, je denkt, God is heel serieus. So super serious. Super serieus. The Bible says. De Bijbel zegt. I didn't say that. Ik heb het niet gezegd. The Bible says that. De Bijbel zegt het. In Psalms 2. Psalm 2. It's saying that he sits in the heavens and he laughs. Hij zit in de hemel en hij lacht. You know when that was? Weet je wanneer dat was? After all these, Lucifer and all these angels had rebelled against him. Na Lucifer en al die andere engelen tegen hem hadden gerebelleerd. And really gave him a hard time. En een moeilijke tijd hadden gegeven. He sits there and he goes. Zei God lacht eens uit. He is enjoying himself. Hij had lol. Some of you have to learn to laugh a little. Zo moet je dat ook even leren, jongens, om te lachen. Look at some of those circumstances and just laugh. Dus kijk eens naar die omstandigheden en lach er maar look eens at some of those feelings. Kijk eens om gevoelens. And just laugh. En lach ze maar uit. Because we're enjoying want the road. Geniet de weg. We're enjoying the trip.
Je geniet van de trip die je maakt. The journey. Je geniet van de reis die je maakt. Are you getting it? Pak je dat? Mm-hmm. Mm-hmm. So we are created for a purpose. We zijn gemaakt voor een doel. We travel with others. We reizen met anderen. And we enjoying the journey. En we genieten van de reis. Hmm? Amen. And on the road there's something else we need to continue doing. En nog één ding wat we moeten doen op de reis. There's one more thing I want to focus on. Dingen waar ik op wil focussen. Learn as you go. Leer terwijl je gaat. Learn as you go. Leer terwijl je gaat. Hmm? What are you talking about? Waar praat je over? Okay, if I have a purpose why I'm traveling this road. Dus als ik doe, waarom ga ik dan deze weg? If I take you along traveling this road, als so that it is so much more fun and easier. Een stuk leuker, een stuk makkelijker. And together we enjoying this road. En samen zijn we aan het genieten van deze weg. Then we need to learn while we are going on this road. Leren waarom we deze weg bewandelen. Always. Altijd. Be a lifelong learner. Wees een leven lange student. Get into this habit. Maak er een gewoonte van. Of constantly learning something new. Om elke keer iets nieuws te willen leren. Of realizing that you never have arrived yet. Dat je weet, ik ben nog lang niet gearriveerd. In 1 Corinthians chapter 8. Is 1 Corinthians hoofdstuk 8. In verse 2 it says. In vers 2 zegt het. It says here, and if any man thinks that he knows anything, he knows nothing yet as he ought to know. Als iemand zich inbeeldt enige kennis verworven te hebben, dan heeft hij nog niets leren kennen. That's zoals behoort. That's a little sobering. Dat is een klein beetje ontnuchterend. You know? Weet je? And I'm not talking about feeding your intellect that you can take pride in it. That's not what I'm talking about. Ik heb het over about. Dat je kennis hebt, dat je trots moet zijn, dat je zoveel weet. No. I'm talking about being constantly learning how God sees things. Maar leer constant hoe God naar de dingen kijkt. Get expertise which will help us on the road. Word een expert op die weg die je gaat. Because if we are going somewhere with a purpose. Als je ergens heen gaat met een doel. I need to have certain tools on the way which I will need. Moet ik bepaalde gereedschappen, bepaalde vaardigheden leren. And yes, together we will bring them. En samen zullen die binnenbrengen. But individually we also will have to pick some of that up, get better in it. Persoonlijk moeten we ook in sommige dingen pakken en daar beter in worden. And then actually be able to release it to the en others, dan het right? Aan de anderen kunnen geven. You get the point. Zie je dat? So let's get into this attitude. Dus neem die houding aan. Of when we think, oh, I know this already. Als je denkt, oh, dat heb ik al gehoord. Then I say, no, I don't know it yet. How I should know this? Ik weet alleen niet hoe ik dat moet weten. There is more. Daar is meer. You know, I mean, I don't know how many years I'm ministering now the word. Ik weet niet hoe lang tot het woord bedien. I had my first official sermon in the pulpit with 18. Ik was 18 met mijn eerste officiële preek. I already before that was preaching in the youth group. En daarvoor sprak ik al in de jeugdgroep. It's, I mean, it's like I do this for a few years. Ik doe het al een paar jaar. Okay. But one of the things is this. Maar één ding is dit. As more as I do this. Hoe meer ik het doe. As more as I feel like I don't know nothing yet. Hoe meer ik ontdek dat ik helemaal niks weet. As more as I study the word. Hoe meer ik het woord bestudeer. As more as I have this thing of. Pooh, do you even have a right to say anything? Hoe meer ik denk, heb ik het wel recht om dit te preken? There is so much more in here. Er staat zoveel meer in. There is so much more revelation knowledge in our Lord. Zoveel meer openbaringskennis in onze Heer. So much more depth in His Word. Zoveel meer diepte in zijn woord. So much more revelation. Zoveel meer which openbaring comes through Him. Die door Hem wordt gegeven. You get the point. Zie je dat? And then, while we're traveling that dus road together, die weg samen bewandelen, there are certain things we have to learn. Moeten we bepaalde dingen leren. You know, I had to learn things which I had no clue about. Ik moest dingen leren waar ik helemaal niets van af wist. I mean, I'm running schools. Ik zorg voor al die scholen. I have no idea about education. Ik had geen idee van onderwijs. I flunked school. Ben ik gezakt school op school. School was a nightmare for me. School was mij een nachtmerrie. I mean that God is doing things with me, how he's doing this is actually kind of a joke. Het is eigenlijk haast een grapje dat God dit met mij doet. If you would hear my life testimony. Als je mijn levensverhaal zou they horen. They told me as I was a child. Ze hebben mij gezegd toen ik een kind was. That I will never in my whole life learn English. Ik zou nooit in mijn leven Engels kunnen leren. I had a learning disability. Ik had een leerachterstand. They told my parents, do not force this child to learn English. She will never learn it. Mijn ouders moesten horen, laat nooit het kind Engels leren. Het zal het nooit kunnen. Today I talk more English than German. German is my mother tongue. Tegenwoordig okay? Praat ik meer Engels dan Duits, wat eigenlijk mijn moedertaal is. And when I speak German, als ik Duits spreek, I mix the grammar up so much. Ga ik zo de grammatica door elkaar that halen. People look at me and you know what they ask me. Dat mensen naar me kijken zeggen. They say, are you Dutch? Ben jij Nederlands? Honestly, every few weeks. Eerlijk. Somebody talks to me. Zo vaak zegt iemand tegen mij. Who doesn't know me. Die me niet kent. And then they say, I'm sorry for asking, but
Are you from the Netherlands? Waar kom je uit? Nederland misschien? Zoals je Duits praat. No wonder I love your nation. Nee, ik hou van jullie land. Because I can't speak proper German anymore. Ik kan gewoon niet meer goed vloeiend Duits spreken. You get my point. Zie je? So God has a great humor. God heeft wel humor. But he had to give me a lot of things on the way. Hij moest mij onderweg een hoop I dingen had to toevertrouwen. Learn a lot of things. Ik moest heel veel leren. I had to be willing to continuously press in and to move forward with stuff. En ik moest steeds gewillig zijn om voortdurend door te drukken en voor te gaan met wat Because God me gaf. Because if I have to direct things, dat als ik dingen moet aansturen, I need to know enough about it that I can make a decision. Moet ik genoeg van weten om een keuze te kunnen maken. You get the point. Zie je het punt? But I was never told on marketing. Maar ik wist niks over marketing. How to set up schedules. Hoe je schema's moest administrational maken. Foundations. Administratie. I mean all that kind of stuff. I didn't know anything dingen. About computers. Niks van computers. You get my point. Zie je? To learn all of that stuff. Moest ik allemaal leren. And I'm glad I did. Ik ben blij dat ik heb geleerd. Why? Waarom? Because if I have the tools, als ik namelijk de gereedschap the heb en de vaardigheden, is, a little easier. Is de reis een stuk makkelijker. Halleluja. It's quiet in this Orthodox church. Het is een beetje stil in deze Orthodoxe kerk. Why are we talking about it? Maar waarom praten we erover? Because together, want samen, we are going somewhere. Gaan we ergens heen? Together, samen, we want to fulfill what God has called us to. Willen we Gods plan vervullen? And it's not an accident that He has called you and placed you into this church. Het is niet toevallig dat je op deze plek bent geplaatst door Hem. So this message, dus deze boodschap, is true for your individual life. Is voor jullie allemaal persoonlijk bedoeld. But it is also true for you as a church. Maar ook voor jullie als gemeente bedoeld. So do me the favor. Dus doe me een plezier. That when God starts talking to you. Dat als God tegen je gaat spreken. When He starts to direct. Als hij je richting when gaat your geven. Leaders come. Als die je and laat, say, we're gonna take the next step. En zegt, kom, we gaan de volgende stap zetten. Let's not be resistant. Ga dan niet weerstand bieden. Let's come along on this journey laten because we, we never travel gaan. Alone. Nooit alleen. They're following the purpose. Daarom heb je dat doel. And we will go together, right? En samen zullen we vullen. We will go together with joy. We zullen samen met vreugde gaan. We will enjoy this journey together. Deze reis zullen we genieten. Because remember, together you will also will have the reward for it. Want samen zul je ook de beloning ontvangen. So we will do that together. Nou, doen we het samen. And while we are together on the journey, en terwijl we samen op reis zijn, we're continuously learning. Blijven we steeds maar leren. Because we're continuously growing. Want we blijven ook groeien. Because if you're pretty excited about this, want als je dit al mooi vindt, you better be ready for expansion. Wees dan maar klaar voor wat God gaat doen. You better get used to that. You have to think on where to put more chairs. Dat je moet nadenken, we moeten meer stoelen neerzetten binnenkort. And how to expand this. En hoe kunnen we dit uitbreiden? And when you do that, en als je dat doet, you need to grow and learn. Moet je groeien en leren. See, you will have to adjust structure. Je moet de structuur aanpassen. Because if you want to grow into the next level, als je naar het nieuwe niveau you need wil, to have a different structure. Moet je andere structuur hebben. You will have to do different things. Moet je dingen anders doen. I mean, I saw all these kids here. Ik zag al die kinderen hier. And I'm like, I'm super excited about ik this. Ik vond het zo geweldig. I love children. Ik hou van kinderen. I think that's the greatest gift from God. Het is de grootste gave van God. And I mean, to see a church which has that many kids in that age, woohoo! En kijk, met zoveel kinderen in die leeftijd. Do you know what my thought was? Wat ik dacht? You better start thinking about your youth group. Je kunt beter maar gaan nadenken over de jeugdgroep. You have a few here, I see ja, that. Ja, die zijn er, ja. But also, they, in a few years, in een paar jaar tijd, they are going to be your youth. Zijn zij de jeugd. And you better be ready for this. En wees er maar klaar voor. Amen. You get the point? Zie je? A lot of churches, en veel kerken, they get comfortable. Worden een beetje they're enjoying comfortabel. This. Ze vinden het gewoon they're leuk. Saying we are successful. Ze zijn succesvol. It's great. Heel geweldig. And after a few years, maar na een paar jaar zakt het af. It goes down. Zakt het af. If you do not keep taking steps, als je geen stappen blijft and zetten steps, en stappen zetten and steps, en stappen zetten and you continue to move forward on that road to destiny, en doorgaan op die weg naar je bestemming and you're making the necessary changes, en de noodzakelijke aanpassingen and you're doet learning, en leren and you're growing, en groeien then at one point, dan komt er een punt when you sit down and you're enjoying, dan zit je zul je genieten you will actually decline dan zul je you go down. Dus als je gaat zitten, dan zul je ook omlaag gaan als je stopt in je comfortzone. In God, there is no pausing. Is er geen pauze? There's either a forward or a backwards. Het gaat of vooruit and you of have achteruit. To make a decision where we're je going. Moet een keuze maken waar wil je heen. Amen. You have a momentum right now. Je hebt nu een momentum. You have an excitement right now. Je hebt nu opwinding.
And God is on the move. En God is aan het bewegen. And you better get moving with him. En beter kun je maar met hem mee gaan bewegen. Yes, enjoy your journey. En geniet van die reis. Celebrate big what God is en doing ga here. Vieren wat God hier doet, absoluut. And enjoy that what he has entrusted to you. En geniet van wat hij je toevertrouwt. But position yourself to keep moving. Maar zet je in positie om door te gaan. And moving forward. En doorgaan. On that road to destiny. Op die weg naar je eindbestemming. Because what he has for you wat hij voor je heeft, is not this. Is niet dit. This is great and enjoyable. Dit is fijn om te genieten. But he has much greater joy than that. Hij heeft veel grotere dingen. Many more people he wants to reach. Veel meer mensen wil hij bereiken. Much more purpose which will be fulfilled. Veel meer doelen om te vervullen. Many more people he will bring in. Mensen die binnen zal brengen. Amen. You get the point. Zie je dat? So we have to make a decision. Daar moeten we een keus maken. Are we gonna put the foot on the brake? Gaan we ons op de voet op de rem and zetten? And says, I'm gonna enjoy this now. Nee, ik lekker gewoon niet. Are you gonna, or are you going to enjoy the road? Of ga je genieten van de weg? While we're accelerating together with God. Terwijl we samen meer gas geven met God. And we're gonna reach together the destiny for this church. Samen zijn einddoel voor deze gemeente bereiken. We will together fulfill what God has called us to do. Samen vervullen wat God ons heeft geroepen. We are good news church. Met goed nieuws gemeente. This good news is going out there. Het goede nieuws gaat naar buiten. And it is sweeping through the streets. En het zal door de straten gaan. And this good news is going out there. En het zal naar buiten and gaan. And bringing these people in. En deze mensen binnenbrengen. And when they come in. En als ze binnenkomen. This good news. Dit goede nieuws. Will help these people to overcome. Zal deze mensen helpen om te overwinnen. And to be changed into the image and likeness of Christ. En naar Gods beeld te veranderen. And to be shaped into what God has for them. En geschapen en herschapen worden wat God voor ze heeft. Als we samenkomen met u, enjoying the journey, genieten van de reis, and traveling along with you, samen aan de reis, because they have something which they need to contribute. Zij hebben iets wat we nodig wat wij hebben. So that together you will fulfill your destiny. En samen zul je Gods doel bereiken. Because you're walking in the purpose God has for you. Want je wandelt in het doel wat God voor je heeft. Can you see that? Zie je dat? I really can see that. Ik kan het zien. I can see that. Ik kan het zien. I can see that. Ik kan het zien. So let's keep the foot on the acceleration. Dus laten we het voet op het gaspedaal houden. You have it on there. Don't take it off. Het zit erop, niet afhalen. Just keep on moving. Blijf in beweging. Amen. And you might say, yeah, but what about me? Maar denk je, wat what ik dan? About me personally? Wat ik persoonlijk? I told you already. Ik heb je al gezegd. Ephesians 4. Efeze 4. If you do your part, als jij jouw deel you doet, you receive all the other stuff from the others. Zul je het allemaal van die anderen ontvangen. Be smart. Wees slim. If you don't travel that road with them, als je met hen samen gaat, you cannot have all what they bring. Kun je niet alles wat ze hebben see ontvangen. See my assistant Alicia. Is Alicia mijn assistent? She's awesome, okay? Ze is geweldig. But she can eat all day long. Ze kan de hele dag eten. I know she doesn't look like that. Dat zo ziet ze niet uit. I eat three regular meals per day. I ik think eet drie kind per dag, of regular. Normaal. She eats all day long. Zij eet de hele dag door. So on every trip, dus elke reis, she brings food. Heeft ze voedsel mee. And I am enjoying that. En ik vind het leuk. Ik geniet ervan mee. You get the point? Zie je? I get hungry. Als ik honger heb. I get a little. I should have something now. Ik heb een snack of zo nodig. Yesterday, no, the day. Yeah, yesterday morning we drove. Gistermorgen right? Reden. Yesterday morning we drove into the Netherlands. We reden Nederland binnen. I had already breakfast pretty early. It was very early. Ik had al vroeg ontbijt gegeten. And suddenly my stomach went. En plots zei mijn maag. And I'm like, what is this? I had breakfast. Ik dacht, ik heb toch ontbijt gegeten. I usually don't eat until lunch. Normaal ik niet tot but lunch. I was driving. Ik reed. And I was still on German side. Ik was steeds aan de Duitse kant. So I'm driving fast. Ik reed hard. Okay, I'm going 180. And my stomach was. En mijn maag ging ook. So I'm thinking like, okay, I need to eat something. Ik moet iets eten. So I don't even have to ask, do you have some food? I know ik she does. Ik vraag, Alicia, heb jij misschien wat eten bij je? So I said like, what do you got? Zeg, wat heb je? Wat heb je? Do you got a banana or something? Heb like je een banaan of zoiets? She's like, for sure, you know I always have that. Natuurlijk weet je toch, ik heb wat eten bij me. We're enjoying the journey. Together, samen genieten wij van de reis. And I receive something. En ik ontvang iets. Out of journeying together. Omdat we samen reizen. If I would have driven by myself, had ik alleen gereden. There would have been no banana. Was er geen banaan geweest. Amen. Get the point? Amen. Zie je dat? Amen. do you know that I use everything as an example? Ja, wist je dat ik als voorbeeld ging gebruiken. You get the point. Maar.
Maar je ziet het punt, hè? That's why don't think about, but what about me? Or this is too much for me? Or dan moet je zeggen, maar ik dan, ik heb niets, wat ik moet gaan geven. Take your eyes off yourself. Haal je ogen van jezelf and travel af. Together with the crowd. En reis met de anderen mee. And enjoy the journey en with geniet them. Van de reis met hen. And you will get so much more. En je zult zoveel meer ontvangen. As if you would only focus on yourself. Of dan als je alleen maar op jezelf zou focussen. Because I didn't have a banana. Ik had een banaan. She did. Ik had geen banaan, zij had er eentje. If I would have stayed home by myself. Als je thuis was gebleven. Even there I didn't have a banana. Zelfs daar heb ik geen bananen. You get the point? Zie je dat? I think I drove my point across. Ik denk dat het punt wel duidelijk is. Zijn de bananen straks? Voor de popcorn? Best bananas. There are bananas, okay. I don't know. You get it, right? Je pakt het, hè? Yes. Ja. Let's travel this road together. Laten we deze weg samen afleggen. Because you are together on a road of destiny. Want je bent samen op een and weg naar je eindbestemming. And the way you're going is God's way. En de weg die je gaat is Gods weg. I really believe he is super pleased with you as a church. Ik geloof dat hij heel blij is met jullie als gemeente. And if he is pleased with you as a church. En als hij blij is met jullie als gemeente. He is pleased with you. Is hij ook blij met jou? He is pleased with you. En is hij blij met jou? He is happy. Hij is blij. He is laughing. Hij is enjoying this road with you. Hij lacht met je, hij geniet met je. Because by the way, he's traveling along with you. Want weet je, hij gaat met je mee. You know? And you have decided. En je hebt gekozen. To let him steer. Om hem te laten sturen. To give the direction. Hij mag to sit behind the steering wheel and say, hij this houdt de stuur vast. Hij zegt, daar gaan we heen. So if he does that. Dus als hij dat let's doet, travel along with him. Laten we dan met hem meereizen. Because what he has for you. Wat hij voor je heeft. Is so much bigger than what you can even dream about. Is zoveel beter waar je over maar van kunt dromen. He has great plans. Hij heeft grote plannen voor he je. He has great plans. Grote plannen. This is a place of life. Dit is een plek van leven. This is a place of life. Een plaats van leven. You know buildings are wonderful. Gebouwen zijn mooi. We want them, we need them. We willen gebouwen, we hebben ze nodig. And that's great. Dat is ook geweldig. Let's enjoy it. Laten we van genieten. But it's a tool. Maar het is maar een gereedschap. Het is een middel. It's just a tool. Het is een middel. Let's continue to use it as a tool. Laten we het als een middel gebruiken. And not just think we have arrived because denken, we have a building. We zijn gearriveerd, we zijn er, we hebben een gebouw. No, now we're gonna accelerate. Nee, nu gaan we gas geven. And move forward on that road en together. En gaan we voorwaarts op die weg van God. Okay? Amen. Let's get up together. Laten we samen doen. Laten I would we staan. Like to pray with us. Ik wil graag dat we samen bidden. Halleluja. Sempre do bon genre, si qui ti su du si che sa. L'ombo covaradis en contre sa terre, si son tu su, di si che rededeia. Halleluja, je m'en ressens que vire la kiata, su. Halleluja. Thank you, Father. Oh, halleluja, je m'en ressens que vire. Father, I thank you. Dank u wel, Vader. Oh, I thank you, Father. Dank u, Vader. Thank you for this church. Dank u voor deze gemeente. Thank you for every member in this church, ook Father. Ook lid van deze kerk. Thank you for everybody who calls this their home. Voor iedereen die dit zijn thuisgemeente noemt. Thank you, Father, for the plan and the purpose you have placed upon this place. Dank u voor de plannen, doel dat u op deze plek heeft gelegd. This is truly your church. Dit is uw kerk. You're truly dwelling among them. U bent hier onder hen. Oh, they give you room. En ze geven u de ruimte. They are driving together with you. Met u willen ze samen they reizen. Are on the same journey with ze zijn you. Op dezelfde reis met u. And I'm so thankful to see dank that, u wel Father. Ervoor. Ik ben zo blij dat thank te you, zien. Father. Dank u. Oh, you have been so good to them. U bent zo goed voor hen you have geweest. Been so good to them. Zo'n zegen. You have been so good to them. U bent zo goed voor hen geweest. Father, I thank you. Dank u wel, Vader. Oh, I thank you, Father. Oh, dank u, Vader. You have seen their commitment. Ik heb hun toewijding gezien. To move forward in the things which you have for them. Om samen verder te gaan met u, Heer. Oh, I thank you. Dank u wel, Heer. Oh, thank you, Father. Oh, je me derrière donc contre tout la jacquetise. Oh, du balagi gêne à centre des dés. Oh, j'y gêne à son de chéguer. Oh, zimandala qui dès la su. Oh, but as you go. Maar als je op reis as you go, gaat, terwijl je gaat, as you go, terwijl je reis aflegt, as you go, als je gaat, as you go, als je reist, as you go, als je gaat, do not allow anything. Laat niets dan toe. Do not allow anybody. Laat niemand je tegenhouden. To hold you back. Om je tegen te houden. To think you can't do this. Dat je denkt ik kan to niet. Say, no, this is too fast. Dat je denkt dit gaat te snel. To think no we cannot do this. Nee, dit gaat is te no, ver. No, it has never been done like that. Nee, het is nooit zo gedaan. Do not think like that. Denk niet zo. Find out. Vind uit. What your Lord is saying. Wat de Heer tegen je and zegt. And then follow.
En volg hem. Continue to follow. Blijf hem volgen. Just as he has. Zoals hij directed you before. Je richting heeft gegeven al eerder. Oh, you have followed. En je hebt gevolgd. You have followed. Je bent volgzaam geweest. You have followed. Je hebt hem gevolgd. Oh yeah, yeah, yeah. Ja, ja. This road is not always easy. Is niet altijd een makkelijke weg geweest. This road is not always pleasant. Is niet altijd een fijne weg geweest. But this road. Maar deze weg. Is exactly on where you need to travel. Is precies waar je moet reizen. Because this is what he has created you for. Dit is waar hij jou voor geschapen heeft. This is why he has placed you in this city. Daarom heeft u deze plek in deze stad gebracht. This is why he has placed you in this region. Daarom heeft u deze regio geplaatst. This is the mandate upon you. Dat is het mandaat op jouw and leven. And as you have been faithful for it. En als je daar trouw bent geweest. And you continue to be in it. En dat blijft doen. He will fill it. Zal hij het vullen. He will give you things. Hij zal je dingen geven. Far beyond what you can dream of. Ver boven wat je kunt dromen. You can't put a demand. Je kunt het niet voorstellen. Hallelujah. It's almost like as if you have been timid. Het is net alsof je timide bent geworden. Yes, you have been bold. Maar je bent vrijmoedig. But it's almost like as if you haven't been bold enough. Net alsof je niet vrijmoedig geweest bent. Get bolder in asking. Word vrijmoedig. Wees vrij in vragen. Because you have not asked. Vraag. Get bolder in asking. Wees vrijmoedig in het and vragen. As you ask, en als je vraagt. You shall receive. Kun je zo ontvangen. You shall receive. Je zult ontvangen. You shall receive. Je zult ontvangen. The finances you need. Het geld wat je nodig to be hebt. Released. Wel zal vrijkomen. Als je de volgende to do stappen the zet. Next things, om de 70 dingen te doen. Vraag. And it will be given. En het zal je gegeven worden. Then give things you need. En geef wat je nodig hebt. Ask. And it will be given. En zullen gegeven the worden. The souls you are hungering for. De zielen waar je naar hongert. Ask. Vraag erom. And you shall receive. En je zult ze ontvangen. I see some of you. Ik zie sommigen van jullie. You have prayed. Je hebt gebeden. You have believed. Je hebt geloofd. You have given a witness to your neighbors and to your work colleagues. Getuigd tegen je collega's en je mensen in de wijk. Je hebt je deel gedaan. But the Lord is saying, maar de Heer zegt. Ask of me. Vraag van mij. Ask them vraag of me. Van mij. As your inheritance. Of als jouw erfenis. And I will give them to you. En ik zal ze aan je geven, de volken. They are yours. Het zijn van jullie. Ask of me. Vraag aan mij. And they are yours. En ze zijn van jullie. Get bolder in asking. Word vrijmoedig in het vragen. Get bolder in asking. Word vrijmoedig in het vragen. And you will receive. En je zult ontvangen. Halleluja. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Jesus. A voice. In this city. In de stad. A voice. Een stem. In this city. In deze stad. A voice. Een stem. In this city. In deze stad. Oh yes, somebody ja. Tries to tell you be quiet. Iets zegt je wees stil. But you will not. You will not. Je was niet stil. You have a voice. Je hebt een stem. You have a voice. Je hebt een stem. Take it. Neem het. Speak it. Neem het. Proclaim. Spreek het. And you will have. Proclameer. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, just a good voice. Sube la bonde de mene de fiando de la mosse. Ik heb besloten om u te volgen. En keer niet terug, en keer niet terug. Ik heb besloten om u te volgen. En keer niet terug, en keer niet terug. Ik heb besloten om u te volgen. En keer niet terug. Oh.
life to je him. Hebt je leven aan hem toegewijd. You have completely given it to him. Je hebt helemaal hem gegeven. And as you did, als je dat deed, he has heard you. Heeft hij je gehoord. He will increase. Hij zal toenemen, also toegeven. In your personal lives. Ook in je persoonlijke leven. Some of you, you have some real needs. Zal loslaten. There are some real issues in your life. Dus je zijn echt problemen in je leven. Things which need to be overcome. Dingen die je moet overwinnen. But as you have made that commitment to him, als je die keuze hebt gemaakt that voor you follow him, om hem te volgen, he has made the commitment to you, heeft hij zich aan jou verbonden. That he will not leave you, en hij zal je niet loslaten. Nor forsake you, hij zal je niet verlaten. That he will give you everything, hij zal je alles geven. That he is the fullness of your provision, dat hij is de volheid van that jouw he will fight for you, hij zal voor je vechten. And that you will be more than overcomers, en je zult meer dan overwinnaar zijn. I thank you, Lord. Dank u, Heer. Thank you. I would like to pray for your leadership. Ik zou graag voor jullie leiders willen bidden. Could I have the leadership up front here? Kan ik de leiders naar voren hebben? You know who they are. You know who you are. Stuur het pastoraal team. Know who you. Halleluja. And I do this kind of, how would I say that? Instead of laying hands on all of you. In plaats van allemaal de hand op te leggen. I hope you forgive me for not doing this. Ik hoop je wilt vergeven daarvoor. But in on your behalf. Maar voor jullie. They are the ones which God has placed. Zij zijn degene die God heeft geplaatst. To lead the direction. Om jullie richting te geven. They are receiving direction from God. Ze hebben van God het nodig. To lead the direction He has said. Dat je richting krijgt zoals Hij gezegd heeft. Okay. Halleluja. Oh ja. Yeah. Halleluja. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, hallelujah. Yes, thank you, Jesus. Oh, je bato sonko tutto la vendi giri sundu shesha sodola. Sobola wora da bachi sobola wora da beri riri kisondola. Hallelujah. Kom, Sander. Ashraf, goed zo. Hallelujah. Oh, hallelujah, Father. Oh, je mera gonson di la weya sobola de la waria de la da sora da babi e de la wora da rita la waya de la boko je bala wora de. Oh, increase it in the increase in an anointing. Increase. Oh, hallelujah. 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 They are married, right? Increase. Oh, 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 increase in an anointing. Oh, oh, by Shabbat the word. Yeah, that word. Yeah. Can I have the can? You can somebody come? Okay, Shabbat the word. Yeah, yeah, yeah. Increase. Increase in an anointing. Oh, 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 yes, 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 yes. Oh, an increase in an anointing. Oh, oh, an increase in an anointing. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, greater measure, greater measure. Oh, oh, yeah, 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 greater measure. Oh, greater measure, a greater measure. A greater measure. Oh, it's him and you, not you, it's him and you, it's him and you, it's him and you. You can do this. Oh, an increase. Oh, yes, thank you, Father. An increase in an anointing, Father. Oh, thank you, Lord. Glory, glory, glory. A new dimension. Stretch out your hands. Stretch out your hands. Just be ready to receive, okay? An increase in the anointing in Jesus' name. I say of the whole church, an increase of the anointing in Jesus' name. Oh, I speak an increase of the anointing over this church in Jesus' name. I thank you, Father. Oh, hallelujah. Oh, yes, Father. In every step we're taking, every way we are going, whatever we are doing, Father, there will be an ease. There's an ease. It's an increase in the gracing, an increase in the ministry gift, an increase in the ability to do. Oh, yeah, 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 because it's not you. It is not you. Oh, it is not you. It is Him in you. You are the vessel, but you allowing Him to flow through. You are allowing Him to use your body, to use your mouth, to use your brain, to use your heart. You're allowing Him, you're giving your
yourself. You are glorifying Him in your body and in your spirit. And as you do, you will see that there's an increase in the ability, an increase in a divine utterance, an increase in a divine help for each and every one of you in whatever capacity, in whatever area you're serving, there's an increase. Father, and I pray for everybody who's in the children's ministry right now, ministering to these children. I thank you, Father, that in their lives there's an increase as well. I thank you, Father, that everything in this church will come into a new level. We're taking the next step. We're moving up, higher, up in the things which you have. And we thank you for it, Father, and we know the outcome of it. It will be a great and a mighty harvest. And we want to honor you for it. And we want to worship you for it. And we thank you. We will never take glory for us, Father, because it's only you who can do that. You are the God of increase. And we thank you for that. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory. We're gonna go and get the children's workers right now, so that I can really. You will get that. Yeah. Okay. The children, onze kinderen. Your children. Oh, okay. Ah, okay. She's got it on her heart, so. Ma venta va shuviore tarientare la locuria. Tobia fromoshare la biera la fianto botuta carientera. Hallelujah. Tosha parienta ma toto corio rando caria. Pariento no cuscio des quite some, eh? Yes, they are. Faria moshante na caria ramato no corio. Hallelujah, moto shofante na torio rando corio. Oh, yes. Jesus. Ooh. You just go in it. They know English, so you can just. Yeah, I know. I let the Holy Spirit right now do a little bit of his work. Let me talk to the congregation for a moment. Ik wil graag tot de gemeente spreken. You know, sometimes it seems like that you do a tremendous work. Soms denk je dat je een geweldig werk. You know, we do build the church in our spare time. We bouwen onze kerk in de vrije tijd. Right, I mean, we have to do jobs, we have families. Daarnaast moeten we werken, familie, allemaal dingen die moeten doen. And God is honoring that. En God eert dat. He sees you guys. Hij ziet jullie. He knows that. Hij weet dat. He will bless each and every one of you for your diligence in building his kingdom. Voor je, dat je zijn koninkrijk bouwt. Do not ever think we have such a hard thing. Denk nooit, het is zo moeilijk. Nee, geniet van de reis. And trust him that when you trust him. Vertrouw hem. That when you put the kingdom of God first. Dat als je het koninkrijk van God op de eerste plaats zet. Then he will give everything to you. Zal hij alles geven. And you have done that. Dat heb je gedaan. And as you continue to do that. Als je daarmee doorgaat. You will see an increase in that. Zul je toename zien. You know, there is always something special in the family of pastors. Er is altijd iets speciaals in een voorgangersgezin. I think there is nothing harder on earth than to be a child of a pastor. Soms is het moeilijkst dat er is om een kind te zijn van voorgangers of van bedienden van predikers. Because from a little time on, when they're little, vanaf dat ze jong zijn, everybody looks at them. Kijkt iedereen naar ze. How are they behaving? Hoe ze zich gedragen. What are they doing? Hoe doen ze het allemaal? Are they maturing properly? Zijn ze wel goed aan het volwassen worden? They cannot sometimes. Pastors' kids cannot even be children. Soms kunnen pastors kinderen niet eens kinderen zijn. And it's hard. Dat is best moeilijk. The parents have given their complete life for the gospel. De ouders geven hun leven aan het evangelie. There's a lot of things which we sometimes naturally don't see. En dat zien we vaak niet natuurlijk niet. A person who has dedicated their whole life to the kingdom in such a measure what they're giving up. Een persoon zijn hele leven aan het koken geeft wat hij om opgeeft. You often don't see that. Dat zie je vaak niet. Okay. I mean, I remember a situation in our church. Ik weet in onze kerk ook een geval. There was a couple who had some major problems. Was een echtpaar dat nogal echt and problemen. And the woman came to our pastor's wife. En de vrouw kwam naar de vrouw van onze voorganger. And she was mad at her. En ze was boos op haar. And she yelled at her. En ze schreeuwde tegen haar. And she said, "You have not been there for me when I needed you." En ze zei, je bent niet geweest toen ik je nodig had. But before this lady had refused any visitation. Maar voor die tijd wilde deze vrouw niemand ontvangen. I know the pastor's wife had tried anything to talk to her. Ze had al vaak gebeten tegen deze vrouw te praten.
the phone. Maar nam de telefoon niet op. She didn't answer text messages. Nam geen luisteraar. She didn't open even the door when she stood in front of the door. Deed niet de deur dicht toen ze voor de deur stond. So now she's accusing her. En dan beschuldigt ze haar. And then under tears. En onder tranen. Our pastor. Zei onze voorganger. She was standing in front of this lady. Stond voor die vrouw. And she says, accuse me as much as you want to. En zei, je mag me beschuldigen zoals But je wilt. But I know that last night, all night through, I prayed for you. Maar ik heb de afgelopen nacht, de hele nacht voor jou gebeden. So that I get an opportunity to talk to you. Zodat ik een kans zou krijgen om tegen jou te praten. Here she comes. En nu kom je. And she answered her. En ze geeft haar antwoord. You get the point? Zie je? There are so many things. Er zijn zoveel dingen. Leaders do. Die leiders doen. Which we don't see. Die we helemaal niet zien. And they don't tell us. En dat zeggen ze ook niet tegen je. Because they don't should tell us. Want ze moeten ze ook niet doen. And then often the families. En vaak de gezinnen. You know, they have to pay a price. Moeten daar een prijs voor betalen. You guys have paid the price. Je hebt een prijs betaald. For all these years. Voor al die jaren. But you love the Lord. Maar je houdt van de Heer. And that's awesome. Dat is geweldig. Halleluja. And he will reward you guys for it. Hij zal je daarvoor belonen. He will reward you for it. Hij zal je belonen daarvoor. He will reward you for it. Hij zal je belonen. Mm-hmm. Halleluja. Mm-hmm. Do you get it? He will reward you for it. Hij zal je daarvoor belonen. He will reward you for it. Hij zal je belonen. He will reward you for it. Hij zal je daarvoor belonen. He will reward you for it. Hij zal je belonen. And his reward. Zijn beloning is, so much greater, is zoveel groter. So much better, zoveel beter. So much bigger, zoveel groter. Than you can even desire. Dan je zelf maar kunt verlangen. Father, I pray for them. Dank u wel, Vader. Thank you, Father, that you bless them. Thank you, Father. Oh, yes, 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 yes. I thank you that they will run their race. Each and every one. Oh, yes, thank you, Father. Thank you. Oh, you bless them. Thank you, Father, you bless them. Thank you for this wonderful family, Father. You bless them. Oh, thank you, Lord. You bless them. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Oh, yes. We praise you for your blessing, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Oh, yes, you have always, always, always paid attention to your family. Always. And you will reap the harvest of it. You will reap the harvest of it. You do reap the harvest of it. Oh. Your personal needs are met. Your personal needs are met. Okay? You have invested, you have put so much into the heavenly account. So much. You have put so much into the heavenly account that you can withdraw whenever you want to, whatever you need. Just withdraw it. You do know that it needs to be according to scripture, the withdrawal. But you know that, so I don't really have to say that. But if it is according to God, you can withdraw anything. Anything. If you need finances, withdraw it. You can withdraw it. Are you listening to me? Mm-hmm. If you need jobs, if you need education places, university places, houses, whatever it is, withdraw it. Withdraw it. Okay? Just do it. Okay? Mm-hmm. Is this your wife? Mm-hmm. Do you guys have kids? One? Okay. This cute little baby back there? Oh, wonderful. You do know that this is not the last one, right? But there will be tremendous blessing on your kids. Okay? You had great examples on how to bring them up. Follow it. Because there's something on your on the lives of your child and on the children which are coming. Okay?
God has trusted you so much that he will entrust some special kids to you. No, I don't mean special and difficult. No. It's almost like at least one of them will be called into pulpit ministry. At least one of them. If not even all. I cannot really say that right now. I don't want to tell the Lord what to do. Okay? but nurture that. Bring them up into the ways of God right away. And be aware of them to help them to actually be groomed. They will come with some stuff which will be unusual. You know, they will hear the Lord in early age. They will tell you about visions and things like that. Do not think this is childish. This is God. Okay? This is God. My parents didn't, they were not saved when I got saved. I was 6 when I got saved. And I started to speak in other tongues when I got saved. And my parents called it children's language. They thought I made up my own language. Not until I was taught did I know that I was filled with the Holy Ghost. Started to speak in other tongues. I had visions, I had dreams, I had all kinds of things, and my parents thought I'm gaga, okay? They didn't know God, okay? So they got saved when I was 20, 21 years old. So, but you know, it will be something so special and so precious that you help them to grow in that, encourage that, okay? Mm-hmm. Not for you to be afraid. You will have a special gracing to do that, okay? That's nothing to be afraid of, but it's good to know that sometimes because you might wonder. Don't wonder, it is like that. Hallelujah. God is good. So you guys are married as well? Wow. My gosh. I thought you were like 3 years older than me. Wow. How long have you guys been married? 6 months. Awesome. Let me pray for you, okay? Yeah. Just hold hands or touch each other, please. Since you're 6 months married, you definitely want to still touch each other. And do that for the rest of your life, okay? Good. That's important. Father, I want to bless this young marriage. Thank you, Father, that you help them to even grow stronger together. You have placed them together. And as you did, Father, and as you cut the covenant with them, Father, and they cut the covenant with you, Father, you will put your blessing upon this marriage. And I speak a hedge of protection around this marriage. I say that nothing and nobody can come against it. Cannot try to divide it. Cannot try to cause any harm to it. But the only thing they can do is bless. There will be people who came and they wanted to destroy and to cause harm. And they come and stand in front of you and they will have to bless. They cannot do differently. It's like the prophet in the Old Testament. He was sent to curse Israel. But when he got to the place, he had to bless. And that's exactly what will happen with you. And we are blessing the fruit of your womb, and it is time to receive and to conceive, Father. I thank you that you're blessing their future, Father. I thank you that all their needs will be met, Father. You will lead and direct their steps. As they follow you, they love you, and they follow you. Thank you for your supernatural blessing upon them. Glorify you for that, Father. Hallelujah. A strong unity, okay? Strong unity. You need each other. You have giftings she needs, you have giftings he needs. Okay? Right now, you enjoy that. When after a while, we'll be like, why are you not like me? Do not allow this to come. Always remember that you need each other. God has placed you together. And apart from each other, you cannot fulfill what you need to fulfill. Okay? Hallelujah. Hallelujah. Glory. I think I did what I needed to do, and you're a blessed man, you know that. Are you believing for the right wife? You still have a few years, right? You will have the right woman as well, but at the right time. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Ik verblijf mij in u, in de wolken.
Halleluja. We willen graag een offer ophalen. Amen. En ik wil je gewoon vragen, gewoon je hart te checken en gehoorzaam te zijn wat de Heilige Geest op je hart legt. We willen graag Monica zegenen. Monica die reist rond met haar assistenten door heel Europa en verder. En doet ze allemaal gewoon in gehoorzaamheid en gewoon in geloof en gewoon in haar eigen voorziening. He, dus ergens in de Bijbel staat dat Paulus roept de gemeente op om iemand te ontvangen die daar langs komt als evangelist en hem verder te helpen op de weg. Dus hij komt voorbij en het is hun opdracht als gemeente om iets toe te voegen aan hun leven dat ze weer verder kunnen in het plan van de Heer. Dus ik ga je vragen om gewoon daarvoor het offer te bestemmen. En als je dat niet bij hebt en je wilt het overmaken, dan neem een envelopje mee wat zo gaat komen. Dat ligt hier, zoals even uitdelen. Daar staat het nummer op van de gemeente. Mocht je dat willen, dan en zet er even gewoon op Monica. Of MWM, Monica Wagner Ministries. Dat is allemaal prima. Als je het wil overmaken met je device, nou ja, prima. Zet er even bij ook, hè. Of zet even bij offer van deze dag. Dan is het ook allemaal goed. Komt alles goed bij elkaar. En het is goed als we mensen verder helpen, want wat we weer saaie mensen, waar we helpen om anderen in het plan van God hun plan te vervullen, zo ook zelf weer gezegend worden, is altijd zo bij God. Ik hoor geen amen, maar het is echt waar hoor. Ja, nee, je bent bezig met die envelop, snap ik al. Daarom zegt Paulus, we zeggen vaak, hè, die tekst, Filippenzen 4, vers 19, oh mijn God, zo al mijn behoeften. Nou, lees het stuk daarvoor ook even door, alsjeblieft. Het gaat wel over een stuk wat daarvoor staat. En dan zegt Paulus, want mijn God zal in al uw behoeften zijn rijkdom voorzien. Maar er staat een stukje voor. Niet uit de context halen, oké? Maar het is waar. Mijn God zal in al onze behoeften naar zijn rijkdom op een heerlijke wijze voorzien. Amen. Amen. Heeft hij gedaan, zal hij doen. Halleluja. Terwijl je dat invult. Thank you, Monica. Thank you, Alicia. Halleluja. Neem die boodschap mee, hè? En ook in de komende week beseft hoe die wegwijzers. Probeer eens te herhalen en kijk waar je zelf bent. En desnoods pas je weg aan en zeg, Heer, help mij om niet alleen te reizen. Zoveel mensen reizen die weg alleen. En je hebt het gehoord, je hebt elkaar nodig. Echt waar hoor, ook hier in de gemeente, we zien gewoon, we hebben elkaar nodig. Dit gebouw is nooit tot stand gekomen zonder dat iedereen zijn eigen bijdrage had geleverd. Iedereen had iets, iedereen kon iets. En daarom hebben we dit gebouw. Natuurlijk voorbeeld, maar het gaat ook in het geestelijke zo. Ik heb intussen even voor je, terwijl je dat invult, en jullie even zacht wat spelen. Woensdag hebben we geen activiteit, dat is namelijk de vijfde woensdag. Dus volgende week zondag, child dedication. Baby's, 5 baby's, als het allemaal zo gaat lukken, minimaal. Dus volgende week zal het hier wat druk zijn met veel familie. Gemeente, wees er op voorbereid dat je een gastheer, een gastvrouw bent en misschien wel een voorbeeld voor iemand die misschien wel daarom naar de gemeente komt en nooit in de kerk komt. Dus wees open, laat zien dat je blij bent met de Heer. Wees een wegwijzer. Oké? Okay? Volgende week. Baby's opdragen. Nou, het is niet vanavond. Niet vanavond. Ik dacht gewoon. Oké, de volgende is dan, oh ja, dus na die is het potluck. Als je wilt en tijd hebt, kom lekker mee eten. We hebben allemaal eten meegenomen. Er is zat voor iedereen, anders gaat het gewoon samen delen. Dus lekker samen in een andere zaal daar zo. Eerst hebben we straks koffie en thee. Kwartiertje, nu 20, lekker samen koffie, thee drinken. En daarna zullen we het sein krijgen, jongens, dat het buffet is geopend.
En wat om is, je wil zien, dat is de potluck. Hè? Amen. Vanavond om 19:30 startkring. Mensen van de startkring, vergeten 19:30 hier bij het pand. Doe startkring. Oké, okay, les 5 alweer. En daarna dus deze, is dus morgenavond. Oké, okay. Outreach bidstond voor de open middag morgenavond. Hier het pand, 19:15. Outreach, je weet volgens voor iedereen die mee wil bidden voor het open huis, wat ook nog zo gaat komen. Kom en bid mee. Het is goed om jezelf samen gewoon voor te bereiden in de geest en samen biddend dat open te maken vast, zodat God kan gaan vullen. Amen. Dus, je kunt niet lezen heel goed. Morgenavond 19:15. Hier zo. Hier staat bij binnenkort flyeren. We're gonna walk out. We're gonna put all these things in the mailbox. 2.500 flyers. Je snapt jongens, we hebben met elkaar een klusje te klaren. En dan zullen we wel dat mooi gaan indelen wie wat waar we gaan doen. Maar we hebben je allemaal nodig. Oké. Okay? Dus we gaan flyeren voor de 17e februari waar Queen Pee zal optreden. Halleluja. Dus binnenkort, maak je klaar. We gaan het samen doen. Amen. Komt ie weer. Als het kan jongens, we hebben 2 piano's. Een hele mooie voor in de kleine zaal. Eentje voor in de jeugdruimte. We hebben een grote hoekbank. En die moeten worden verhuisd. We hebben een aantal spullen uit Holten. Bureaustoelen, mooie tafels, gratis. Moet opgehaald worden. Vrijdag willen we dat doen, maar dan wel met een busje met een laadklep. We gaan niet lopen rond met mooie dingen die we zelf proberen. Maar aan een waardje, we gaan het gewoon met een goede wagen doen. Maar wie heeft er vrijdag overdag tijd? Oké, okay. Straks even bij mij melden. Als we met een paar man zijn, we gaan niet al te zwaar dingen rijden. Gewoon op van die karretjes, maar het zal even... Oké, okay. Dus dat is hartstikke mooi. Als je even bij mij wil melden straks, gaan we het samen afspreken. Gaan we kijken of het allemaal gaat lukken, oké? Okay? Zaterdag, ja jongens. We hebben gisteren hier, nee, eergisteren... Er was nog een hoop gewerkt. Hier waren een hoop vieze voetstappen in het pand. Het is allemaal schoongemaakt, maar door maar een klein aantal mensen. En we hebben echt, jongens, ook in zaterdag mensen nodig die even komen. Als maar een uurtje. Kijk, als we met z'n allen komen, is het zo klaar. Maar met 3-4 man ben je een tijd bezig. Ik heb alle stoelen afgezogen hier, afgeschoongemaakt. Geef niet, doe ik graag. Maar goed, wees alert. Dat achteroverleunen van nou zijn we een beetje klaar. Gaspedaal. Ja? Dus er hangt een lijst op de deur daar zo. En er staan nu voor mij 2 namen op. Maar een stuk of 6 zou goed zijn. Dus even samen zaaltjes zo maken voor de komende dienst. Oké, okay, binnenkort is het allemaal geregeld. We hebben mooie teams, dat soort dingen. Maar, Wiebe. Zaterdagochtend, vanaf 9 uur. 9:30, 9 uur. Een aantal showers. We zijn door het pand gegaan van de week. We hebben alle dingen gelabeld. En dan moeten dingen van daar naar daar, van daar naar daar, van daar naar daar, van daar in de container. Dus er zijn een paar showers nodig, oké? Okay? Dus zaterdagmorgen vanaf 9 uur. Ik zal er even de mail zetten ook, maar ben je nodig? Je kunt je supply geven. Hè? Je kunt je aandeel leveren, hartstikke mooi. Dus heel graag. Een paar man daarvoor zou heel fijn zijn. Hoe meer, hoe beter natuurlijk. Dus zaterdagmorgen om 9 uur. Hartstikke mooi, dank je Wiebe. Was er nog meer? Jochem, was er nog iets anders of niet? Boekjes. Mocht je willen, 18 jongens, kun je boekjes uit de bibliotheek gewoon lenen. En boekjes kopen voor het goede doel. Neem ze mee, maak het geld even over. De rekening staat allemaal bij daar zo. Maar maak er gebruik van. Lees ze zelf, geef ze weg. Doe wat goeds mee, amen. Halleluja. Halleluja. Heb je allemaal kunnen invullen wat je wilde invullen? Heb je allemaal een offer in je hand genomen? Oké. Okay. Laten we nog even zacht houden. Laten we samen bidden. En bid mee voor Monica. Oké? Okay? Halleluja, dank u wel, Vader. Ik zal het in Engels doen, ik kan het horen. Dear Jesus, Father, I want to thank you for Monica. For her ministry and for her gift and calling, Father. And for the way that you use her, Father, in many places in this world. To preach and teach and encourage, Father. Father, to build up your church and your kingdom. I thank you, Father, for Alicia, for her help that she is, Father. Thank you for the blessing that they are in so many places and also here, Father. In return, we want to bless them, Father. Bless them in the Spirit, Father. Speak out your blessing over them, Father. Your blessing that will bless them in every way, Father. In every possible way, your blessing will continue to increase.
Father, we want to bless them financially so that they can move on, Father, and be a blessing in so many places, Father. And you are their guide. You are their source. You are the one that carries them day by day. And thank you, Father, for your faithfulness to them. And for your blessing, for the mighty Holy Spirit that will guide them and lead them and establish them in what they're doing, Father. And I thank you, Father, for fruit, for eternal fruit. Fruit for you, Father. I thank you, Father, that we can bless them in this way. Thank you, Father, for the people that have given. Bless them, Father, in eternity. You will increase us more and more, us and all our children, everything that we have, Father. Thank you for it, Father, in Jesus' name. En we zeggen allemaal, amen. De bandjes mogen rond. Oh, je hebt ze al weg. Oké. Maar ik ook ga. Als je in deze zaal bent en je hebt
van alles gehoord over een God die een plan met je leven heeft, die jou geschapen heeft, over een Heer die met ons leven machtig bezig is, als gemeente, als persoon, maar je kent deze Jezus niet. Alsjeblieft, laat nou geen dag voorbij gaan, want achteraf, ik heb zoveel spijt van zoveel jaren en zogenaamde vrijheid, die helemaal geen vrijheid was. Zoveel verspilde jaren die je had kunnen doorbrengen met God. En die je had kunnen doorbrengen met doelbewust leven. En als je hier bent en je hebt nooit die keus gemaakt om Jezus Christus Heer van jouw leven te maken. Straks is de koffie en thee. Maar ik zal hier vooraan zijn. En kom er bij me. En dan gaan we samen naar Jezus. We gaan samen jouw leven in zijn hand leggen. We gaan samen jouw zonde laten afwassen. We gaan samen jouw kennis laten maken met de God, met de koning alle koningen. En je leven zal nooit meer dezelfde zijn. Je zult weer hoop hebben, een toekomst. En weten dat je veilig bent, geborgen met de Heere Jezus Christus. Want Hij is het antwoord op jouw nood. Er is geen ander antwoord dan de naam van Jezus voor jouw nood. Jouw grootste nood is redding. En er is geen andere redder. En vandaag is ook zijn hand naar jou uitgestrekt. En je kunt jouw hand uitstrekken en pakken. En hij zal jou nooit meer loslaten. Dus straks, kom er dan voor alsjeblieft. Dan gaan we samen bidden. Amen. Halleluja. Ik hou van u, mijn God. Ik hou van u, Jezus. Ik hou van u, Heilige Geest. Ik hou van u, mijn God. Ik hou van u, Jezus. Ik hou van u, Heilige Geest. Ja, dank u wel, Vader. Ze willen deze dag in uw handen leggen, Vader. Ook het samen koffie, thee drinken, samen eten, Heer. Samen de fellowship met elkaar. Heer, dank u wel, Heer. Geniet met ons, Heer, van de reis die wij met u mogen maken, Vader. Ook vandaag weer, Heer, dank u wel, Vader. Zul ik uw zegen bidden, Vader, over ons als we hier zitten, Vader. Uw zegen, Vader. Uw heil, uw liefde, uw genade, Heer. En we weten, Vader, niets kan ons scheiden van de liefde van God. Amen. Halleluja. Wees zo gezegend. Op elkaar. En straks.